Welkom, lieve kijkers, bij de zevende aflevering van, uh, van Hart tot Hart. Um, ik zit hier vandaag bij Esther Dik van Wake Up Academy. Uh, we zitten hier in de, de Blauwe Poort in Melle. Heel fijne, heel fijne locatie. Uh, je hebt hier vandaag de eerste opleidingsdag gehad van, uh, van de nieuwe reeks, van de eerstejaars. Ja, inderdaad. We zijn vandaag gestart met een nieuw basisjaar. Ja. Dat is het eerste jaar van een vierjarige opleiding. Mm -hmm. Wake up. Wake up. Zo noem ik het. <laughs> We gaan er straks uh, uitgebreid op terugkomen. Um, de opleiding is een heel belangrijk onderdeel van jouw uh, werk, denk ik. Hè. Ja. Um, daarnaast... Um, Doe je ook nog opstellingswerk en zo? Mm -hmm. uh, in het paardsparadijs mm -hmm. komen we ook op terug. Uh, heb ik ook een beetje van mogen meegenieten van jou. Dankjewel nog daarvoor. Um, we beginnen onze podcast altijd met een klein meditatiemomentje mm -hmm. om een beetje aan te komen in onszelf. Ik heb je dat net al vertaald dat ik daar zelf ook altijd wel nood aan heb om even meegenomen te worden in een rustmoment. En het is voor de kijkers en de luisteraars ook een gelegenheid om dat Mee te doen en ook echt uh, in te tunen op, uh, op ons en op het gesprek, zodat we op dezelfde frequentie vertrokken zijn. Ja, oké. Okay. Wel, um, ik stel voor dat we beginnen met een soort van uh, meditatie, die ik uh, aan het begin van elke lesdag doe. Hè. Ja. We starten elke lesdag met het oefenen van zo integrale aanwezigheid, noem ik dat, mm -hmm. en uh, de neutrale waarnemer. En dat is een, een prima oefening om dat mensen. Ze komen dan aan in de les, maar ze hebben al van alles gedaan. Hè. Ja. Dus de aandacht is heel erg naar buiten. Mm. Ik wil de les altijd goed starten met de aandacht naar binnen te brengen. Hè. Daar gaat het eigenlijk om. Dus uh, we brengen de aandacht uh, naar binnen en we worden ons bewust van datgene dat er op het moment in ons aanwezig is. Dus ik stel voor dat we dat doen. Ja. Dus. Uh, uh, ja, ik sluit daarvoor mijn ogen. Dat is, uh, dat is voor mij een manier om de aandacht naar binnen te brengen. En je voelt dat echt, dat je de aandacht van buiten naar binnen brengt. En je maakt contact met je innerlijke ruimte. En als we integrale aanwezigheid oefenen, dan brengen wij onze aandacht helemaal in het hier en nu. Dus we, we focussen onze aandacht in het huidige moment. Dus we komen helemaal aanwezig in het moment. Want heel vaak is onze aandacht ofwel in het verleden of in de toekomst of ergens anders buiten ons. Dus de uitnodiging is echt om helemaal te zakken in het hier en nu. En ons bewust te worden van onder andere onze ademhaling. Dus gewoon ademen in het moment. U bewust worden van uw inademhaling. En dan het loslaten. Uitademen. we ademen in via onze neus en ik stel altijd voor om uit te ademen via de mond, omdat we dan ook kunnen echt loslaten. Nee. Ja. Hmm. En we brengen ook onze aandacht naar ons fysieke lichaam, dus we zijn ons heel bewust van ons fysieke lichaam en um, ook de beweging die ons fysieke lichaam maakt bij die ademhaling. Heel subtiel, maar je voelt dat wel. Je voelt hoe dat je longen zich vullen, hoe dat je middenrif beweegt, hoe dat je schouders eventueel ook meegaan in die beweging. Dus onze aandacht is in het moment bij onze ademhaling en we zijn gefocust op ons fysieke lichaam. En we voelen ook het contact tussen ons fysieke lichaam en, en de aarde. Soms zitten mensen op een kussentje en voelen ze hun zitvlak. Soms zitten ze op een stoel en voelen ze hun voeten en hun zitvlak. Dus de bedoeling is dat je bewust wordt van de gedragenheid van de aarde. En daarin te zakken. En met elke ademhaling nodig je jezelf uit om dieper te zakken. In uw fysieke lichaam en in het contact met de aarde. Het is heel fijn om zo die dragende energie van de aarde te voelen en die verwelkomende, uitnodigende energie te voelen. En er gebeurt altijd van alles in het moment. En we brengen onze aandacht daarbij. Zijn er Wat wil er gevoeld worden op dit moment? Wat is er aanwezig? Zijn er fysieke gewaarwordingen? Zijn er emoties? Zijn er gedachten? Ze worden ons bewust van datgene dat er aanwezig is in het moment. En we observeren onszelf via die neutrale waarnemer. Dus het deel van ons dat, dat observeert en verwelkomt. We hoeven er niks mee te doen, hè? Want die, met al die gewaarwordingen. We observeren het gewoon en we laten het er zijn. En dat maakt allemaal deel uit van het, van het moment. En dat is allemaal helemaal prima en allemaal helemaal welkom. En dan kan je gewaar worden van misschien een hartakert klopt eventueel. Bij mij dan nu op dit moment zo bijvoorbeeld. Misschien voel je wel in uw schouders of voel je wel iets in uw buik of gedachten zijn er ook altijd dus laten we die gewoon observeren. We gaan niet mee in het verhaal erachter. We laten het er gewoon zijn. Dat is allemaal energie in beweging. Wat is er aanwezig voor jou in het moment? En we starten dan de lesdag op die manier. Want we oefenen natuurlijk veel langer. Hè? We zijn ons dan ook bewust van onze chakra's en hoe de energie stroomt door ons. En we starten dan de lesdag met, met een, een, een bewustzijn van wat er aanwezig is in het moment. En dat Benoemen we dan ook in een soort van openingsronde? En zo kan iedereen zichzelf aanwezig brengen met dat wat er is in het moment. Hm. Zo starten wij onze dag. Ja, mooi. Ja. Dus, uh, een heel andere manier om van daaruit zo'n uh, zo dag of zo'n deelronde aan te vatten, denk ik, dan uh, mm -hmm. wanneer dat je dat gewoon zou overslaan. En, uh, Vanuit de, de chaos van. Ja, mm -hmm. dankjewel. Mm. <laughs> um, wake Up Academy. <laughs> yeah. um, onlangs op een, op een feestje was er iemand in, een, in een, we stonden in een groepje en iemand vroeg wat dat voor ons uh, ontwaken of wakker worden. Wat dat, dat betekende. En ja, iedereen had daar zo zijn eigen antwoord op. Dat van mij refereerde dan uh, wat meer naar de, de cursus en wonderen. Uh, Iets dat jou ook zeer genegen is, weet ik. Mm -hmm. um, maar ik wil wel graag eens horen van jou. Je hebt jouw onderneming ernaar genoemd, Wake Up. Wat, wat betekent dat voor jou? Ja, voor mij is uh, ontwaken is echt zo ons gaan herinneren wie dat we werkelijk zijn. Mm -hmm. ja. En. Ja, ik refereer ook eigenlijk graag naar de cursus in Wonderen. Hè. Het is eigenlijk wakker worden uit de droomrealiteit waar we grotendeels in gefocust zijn. De dus ja. fysieke realiteit waar we, hè, het grootste deel van onze focus is. Hè, om wakker te worden door ons te beseffen dat er veel, dat dat, dat, <laughs> dat er veel meer is dan dat. Hè. Ja. Dat dat maar gewoon een, een, een fractie is van wie dat we zijn of wie mm -hmm. dat we blijken te zijn dan. Hè. En ons herinneren wie dat we werkelijk zijn. Dat is voor mij dat, dat wakker worden. Ja. Echt wakker worden tot de, tot ons, de essentie van ons wezen. Mm -hmm. ja. En uh, die essentie is natuurlijk heel moeilijk in, in woorden te, te vatten. Hè. Het is iets dat, dat best gevoeld of, uh, of ervaring kan worden. Mm -hmm. Maar kan je, kan je daar voor jou, hoe zou je dat beschrijven als je. Dat... Ja, dat is inderdaad, dat is inderdaad een, een, een ervaring. Hè? Ja. En gelukkig zijn er, zijn er tools en oefeningen om, om in die ervaring te komen. Hè? Ja. En je komt dan in een soort van eenheidsbewustzijn. Hè? Ja. Je, je kan dan contact maken met de bron van waaruit wij onszelf manifesteren ja. eigenlijk. Hè? Mm. Dus dat, dat is ja, pure liefde. Ja. Hè? Dat, ik denk dat dat daar nog het dichtst naartoe mm -hmm. gaat. Gewoon pure liefde. Ja. Mm -hmm. En is dat de essentie van de vierjarige opleiding, om dat terug te leren, ervaren, dat te leren voelen, ja. daar connectie mee te maken? Ja, ja, en dan eigenlijk ook vooral leren aanwezig zijn in al die verschillende dimensies van ons wezen. Hè? Want ja. het is niet omdat we ons verbinden met onze bron, dat we de rest gaan ontkennen of, of mm -hmm. zo. Hè? Het, is, het is de bedoeling om ook daarin aanwezig te zijn, maar wel in het besef van wat dat, er, wat dat je werkelijk bent. Ja. En, door, en dan kan je ook uh, ja, die liefde in het fysieke er laten zijn. Mm -hmm. hè? Ja. Ja. Die, die vier dimensies, tijdens ons voorgesprek ben je er ook vaak op, uh, op teruggekomen. Het lijkt mij een zeer wezenlijk onderdeel van, uh, van wat dat jij brengt. Kan je, kan je ons daar misschien al Proberen ja. even kort te schetsen voor mensen die het niet kennen, waar ja. het over gaat. Ja, um, ik ga dat proberen. Ja, ja. ik weet, ik weet dat, dat. Eigenlijk gaat daar vier jaar over, natuurlijk. En is dat ik ga dat proberen om dat, in maar, een paar zinnen te doen. Ja. Wel, ik ben heel erg uh, gefascineerd door dat proces van hoe dat wij onze waar zelf, hè, dus die, die goddelijke essentie dat wij, in, hè, dat wij zijn, hè, om, om dat hoe dat we dat in manifestatie brengen. Hè? En dus de weg dat die energie vanuit die essentie aflegt om zich uiteindelijk in dit fysieke lichaam ja. te concretiseren. Ja. Hè? Dus dat, dat boeit mij enorm. Mm -hmm. hè? En dus... Um, ja... Die vier dimensies, dat is de weg die die energie aflegt eigenlijk. Hè? Dus vanuit die goddelijke essentie... Elk moment is eigenlijk een expressie van goddelijke levenskracht, zeg maar. Hè. Ja. En dat de. Ik ga, hè, we kunnen van de fysieke dimensie gaan, maar ik ga vertrekken vanuit die wezenskerndimensie. Vanuit mm. onze essentie. Hè. De, de dimensie eronder noemen we de haradimensie. Dus die energie volgt de intentie. Hè. Dus de haradimensie dimensie is het niveau, de dimensie van de intentie. Ja. Hè. En daar die haradimensie... dimensie. Is eigenlijk de verbinding tussen die bron, hè, onze afstemming met die bron. Het bevat ook onze zielsverlangen, hè, onze dantien, hè, van waaruit wij manifesteren, ons krachtpunt. Mm -hmm. En het is verankerd in het middelpunt van de aarde. Hè. Dus die vier punten hè, is onze hara-dimensie. Dus dat is al de eerste weg die, hè, ener die energie volgt. En die hara-dimensie. Dat is een zeer krachtige, heel, heel sterke dimensie, zeg maar. Maar dat is ook maar één toon. Dat is gewoon daar gewoon zijn. Gewoon afstemming. Afstemming met de bron, verankering in de aarde. Dat, dat is intentie. Ja. Dus dat is eigenlijk met onze intentie dat we dan die, die goddelijke energie een stuk gaan sturen. Het is de intentie waarmee dat jij jezelf geïncarneerd hebt. Mm -hmm. Dat jij jezelf tot incarnatie brengt. En dat, die intentie ligt aan de basis van de aura-dimensie. Dus Zeeuwsmessie, ons... gerelateerd ook en zo. Dan, ja, of? Ja, ja, ja. Ja, dat, ja, onze soul-longing, ons soul-seed, ja. dat is een onderdeel van die hara-dimensie. Uh, mm -hmm. Dat exploreren we een heel jaar in, de, in het vierde jaar eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat is een heel jaar gewijd aan exploratie van die, van die hara-dimensie. Ja. En dus die hara-dimensie is het fundament, zeg maar van onze aura-dimensie. Onze aura-dimensie, dat kennen mensen wel. Dat is ons, mm -hmm. ons energieveld. Ja. Dat bevat al onze chakras en de verschillende aura-lichamen. Mm -hmm. En dus energie um, beweegt van de uiterste lagen in ons veld doorheen ons veld, eh, altijd laag per laag naar beneden, steeds meer concreter, minder eil, steeds vaster, eh, tot in de fysieke vorm. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de vier dimensies. Dat is de, vier, de, de fysieke vorm. De aura dimensie, waardoor energie stroomt. Mm -hmm. En dan de hara dimensie, onze afstemming en onze verankering, en dan die wezenskerndimensie. Ja. En dat is de weg die energie volgt om zich te manifesteren in het fysieke. Hè. Ja. Dus ja, ik probeer dat hier nu heel kort uit te leggen, mm -hmm. wat dat wij ja, heel uitgebreid. Studeren, en in hè? principe in de, in de eerste dimensie, in de goddelijke dimensie, is dat, is dat altijd puur, hè, veronderstel ik. Maar dan komt dat in meer densere dimensies, als ik het goed begrijp, waar dat er ja, afwijkingen of zo kunnen ontstaan, waardoor dat hetgeen wat zich in de fysieke laag manifesteert euh, ja, misschien er niet meer echt uitziet als goddelijke liefde. Nee, voilà. Ja. Dus eigenlijk, hoe dat wij uh, er dat is dan in die we... energetische laag of zo, dat er bepaalde problemen of zo zich manifesteren. Ja, en ook al in de harde dimensie. Ja. Hè? ja hè? Want uh, ja, ja. 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 Dat is die ja- en nee stroom, hè Ja. ja. Uh -huh. mm -hmm. Oké. Okay. En um, een deel van de opleiding, stel voor, is dan... Uh, ja, leren ergens hoe dat, dat werkt, dat die, dat die energie dat daar, uh, dat dat niet meer zuiver doorstroomt doorheen die vier dimensies en, en die blokkades en zo ontdekken. Ja, inderdaad. Hè. Dus um, als energie gewoon heel vlot kan stromen, hè, wanneer dat wij ons helemaal zouden overgeven aan die stroom van energie, mm -hmm. ja, dan zou ons leven rijk, vervullend, <laughs> harmonieus. Uh, ja gezond hè, op alle aspecten gewoon daar zijn. Ja, ja. En dat is niet altijd zo. Hè. Mm -hmm, mm -hmm. En, en dus ja, we gaan in die. Hè, je hebt al gehoord over positieve en negatieve intentie waarschijnlijk. Hè, of uh, moeiteloze intentie. Hè. Ja. Dus op niveau van de hara kan je gaan uh, kijken in welke domeinen van je leven dat jij. Uh, onbewust hè, een negatieve intentie houdt. En die negatieve intentie die is altijd gebaseerd op een onjuiste aanname over het leven. Een ja. onjuiste overtuiging ja. dat je ooit bent gaan geloven over jezelf of ja. over het leven of over de anderen. Mm. En aan de basis daarvan ligt altijd een, een kwetsuur, een pijnplek. Hè. Ja. Dus in de opleiding gaan we uiteraard dat gaan, gaan exploreren. Hè. We gaan, gaan kijken van waar, in welke domeinen blokkeert die energie. Hè? Ja. En dus dat is in het niveau van de hara, maar ook in het auraveld. Dus die energie, die zakt van die uiterste lagen, laag per laag naar beneden, ja, in elk, elke energielaag staat voor een bepaald levensgebied. Mm -hmm. En in elk levensgebied kunnen zich wel blokkades voordoen. Hè? Ja. En dat zijn de stukken, dus die blokkades, daar waar de energie niet stroomt, zijn de plekken waar we niet aanwezig zijn waar dat we ons van terugtrekken, waar dat ja. we... Hè, dat dat het pijn doet om gaat. er te zijn. Ja, hè? Ja, 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 ja. En dus de uitnodiging is om er wel naartoe te gaan, mm -hmm. te voelen wat er te voelen valt. Dus in die, in die pijn, in die donkerte, komen we ons licht tegen. Ja. En een keer dat we daarin kunnen zijn en kunnen ademen en kunnen blijven, dan zijn we daar. Mm -hmm. En als we daar zijn, kan er ook energie stromen, kan er ook liefde in stromen. Hè? Ja. Dus de, 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 de blokkades... Dat zijn de plekken waar we naartoe willen gaan, ja. omdat daar winst te halen is. Hè? Ja. Ja. Dat is hoe de, meer dat we ons verzetten en hoe meer blokkades, ja, hoe minder dat die energie door die vier dimensies dus kan stromen. En, en, ja. ja, de blokkades zijn eigenlijk de poorten naar onze essentie eigenlijk. Ja, hè, het is niet fijn om er naartoe te gaan, maar het is wel. Uh, Heel is belangrijk, weg, ja. En, en, ja, ja. Ja. heel belonend ook. Uh, ja, ja. Ja. ja, want je komt steeds meer compleet. Hè? Dat is uh -huh. echt... Ja. 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 Maar het, ja, het, het is niet gemakkelijk. Hè. Soms komen er periodes in, in die zoektocht die, die heel zwaar kunnen zijn. En ik stel mij voor als je zo'n vierjarige opleiding doet en je gaat dat proces aan in groep, dat die, dat die groep wel heel belangrijk is om dat... Ja. Voor elkaar, elkaar erin te steunen. En, en ja, dat is ja. ongelooflijk. En he, vandaag hadden we dus een eerste lesdag. He. Dat zijn veertien ja. mensen die elkaar niet kennen, die mm -hmm. hier toekomen. En dat is ongelooflijk wat er al na één dag gebeurt: de, de, ja. de dynamiek die zich vormt. Want iedereen is hier met, met dezelfde intentie, zeg ja. maar. He. Iedereen, iedereen heeft de roep van zijn ziel gevolgd en ja. is hier terechtgekomen. Let's do en, it. Ja, En ja. elkaar zien. In die stukken, gezien ja. worden in die stukken, dat schept gewoon een, een hele ja. eh, sterke band. En natuurlijk mm -hmm. is het mijn taak, en ook van mijn team, om die veiligheid te creëren. Mm -hmm. Maar dat gebeurt ook onderling. Mm -hmm. Door dat ieder, eh, we creëren die veilige container gewoon samen. Hè. Ja. En dat is zo voelbaar. Ja. En ja. na één dag is dat al dat mensen zich. Ja, op ja. hun gemak voelen, gezien worden, uh, voelen dat ze gezien worden, mm -hmm. dat ze voelen van ja, hier kan ik precies mezelf zijn. Mm -hmm. ja. ja, dat is ongelooflijk waardevol, ja. hè? de groep waar het in terechtkomt. Ja. 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 ja, ik heb het zelf ook wel meermaals meegemaakt op, uh, op workshops en zo, zeker als, als het meerdere dagen is, dat dat mensen op het einde ook aangeven, want het is echt frappant hoe dat ik me hier nu na een paar dagen met in principe vreemde mensen eigenlijk al meer op mijn gemak voel en dat jullie eigenlijk al veel meer weten over mij ja. dan dat mijn moeder, mijn vader, mijn broers, mijn zussen, mijn, mijn familie en zelfs sommige vrienden over, uh, ja. over hen weten. Hè. Ja. Ja. En, um, ja, dus die groep is ongelooflijk belangrijk. Ja. 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 En het wordt ook een beetje extended family, hè, noemen we dat dan, want... Uh, in zo'n proces uh, van, uh, van ontwaken, van die pijn transformeren, gebeurt het wel vaker dat ja, mensen, mensen veranderen. Uh, vaak kijken op een andere manier naar het leven, uh, gaan op een andere manier door het leven, worden ja, een stukje aan andere mensen. En bepaalde banden met, met familie, vrienden, die, die, worden, ja, die worden anders. Mm -hmm. En dan is het... Ja. Uh... Ja, dus hoe meer dat je in contact komt met je ware zelf... Ja ja je gaat op een andere manier in het leven staan, hè? Mm -hmm. dus bepaalde jobs kunnen niet meer doen, bepaalde yeah. relaties kunnen niet meer aanhouden gewoon omdat dat niet meer in waarheid is. Yeah. Hoe dichter dat je bij je eigen waarheid bent, ja, je bewustzijn ver verandert, je mm -hmm. trilling verandert, mm -hmm. dus je kan niet meer dan in een situatie zijn die niet klopt daarmee. Yeah. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje de consequentie van zo'n traject yeah. aan te gaan dat je leven gaat veranderen, yeah. je relaties gaat veranderen. Het is niet vreemd dat mensen een, na een tijdje ze niet meer de job kunnen doen die ze doen. Die niet meer in de ja. relatie of het huwelijk kunnen blijven dat ze, mm -hmm. ja, dat ja, ze ja, hebben. Ja. ja, dat is een beetje de consequentie. Ja, ja inderdaad. Dus, uw leven wordt een stuk kop losse schroeven gezet. Hè. Ja. En, en, uh, ja. en, 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 en dan is zo'n ja, extended family uh, in mijn ervaring toch ook zeer belangrijk. Ja. Dat, uh, die steun kan vinden. Ja, en, en het ding is, uh, je kan niet meer anders. Hè. Ja. Dus dat wat je verliest uh, is. Ja, wat je ervoor terugkrijgt is zoveel waardevoller mm -hmm. dan hetgene dat je, dat je verliest. Want ja. Ja, het, het, het lukt gewoon niet meer om niet in waarheid te zijn. Mm -hmm. Of niet meer. Ja, ja die, die ziel heeft een stukje geproefd van, uh, van, de, van de waarheid die daar, die daar ligt en die laat dat niet meer los. Hè. Ja, ja. ja. Um, ik ben ook altijd zeer benieuwd hoe dat, dat proces verlopen is voor de, voor de gasten. Hoe dat, ja. je, hoe dat jij op, op dit pad terechtgekomen bent. Um, ik herinner me dat je, dat je vertelde dat, dat je voor, de, voor het eerst een twintigtal jaar geleden um, ja. met uh, energie en healing in aanraking gekomen bent. Um, ja, wat, wat was een beetje de aanleiding en, en wat, dat, wat was dat voor jou? Hoe was dat voor jou? Ja, um, ja, twintig jaar geleden ben ik inderdaad in een persoonlijke crisis terechtgekomen, waar in mijn leven even in een chaos... Uh, Huisfase kwam uh -huh. en ik ben toen bij een heeler terechtgekomen. Ik had gewoon een naam, ik, ik wist daar helemaal niks van. Hè. Ik ja. had gewoon een naam gekregen van iemand. Ik heb die vrouw gebeld um, en uh, ja, hoe dat die mij ontvangen heeft, is, heeft wauw. Hè. Dus die heeft mij zonder oordeel, want ik kwam echt mijn heftig verhaal, die uh -huh. heeft dat gewoon allemaal liefdevol ontvangen. Die heeft mij hier links gegeven, dus energiewerk gegeven, wat dat voor mij enorm ondersteunend was om om te gaan met de intensiteit dat ik toen beleefde. Hè. Ja. Dus toen leerde ik van chakras, van gronden, van hè, energie, van patronen waar je in zit, overtuigingen die je hebt over het leven, de pijnplek in jezelf. Dat was voor mij allemaal nieuw toen. Mm -hmm. Ja, Dat heeft mij enorm geboeid. Hè. Ik had er zelf heel veel aan, maar ik voelde ook van hier moet ik iets, iets verder in doen. Ja. Dus ik heb dan ja, opleidingen en workshops daarin beginnen volgen. Mm -hmm. En hoe meer dat ik mijn eigen leerde kennen en het energieveld ging exploreren, ja, hoe meer dat ik erdoor gefascineerd werd eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En dan ben ik terechtgekomen op de Barbara Brennan School of Healing. Dat was in Oostenrijk uh, toen. Ja. En daar heb ik dan een aantal jaar gestudeerd. Mm -hmm. ja, dat combineerde ik dan met mijn, uh, met mijn job. Ja, ja. En die, wat je daar geleerd hebt, dat is, als ik het goed begrijp, nog altijd een beetje de essentie van wat je hier brengt, eigenlijk. Hè. Ja, ja. Ja, au fond. Hè. Ja. Maar ik heb dat natuurlijk verrijkt met mijn eigen proces, met andere ja. opleidingen die ik heb gedaan. Dus mm -hmm. het is eigenlijk het is zeker geen kopie van daar. Ja. Hè. Maar de healingtechnieken bijvoorbeeld wel. Hè. Dus ja. de healingtechnieken die we aanleren, is het werk van Barbara Brennan. Hè. Ja. Maar al het werk er rond is, mm -hmm. is zo'n een beetje een... een ja, ja, uiteraard heeft jouw persoonlijke. Voilà, en, het is dat is ja, 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 ja. wat ik geleerd heb. Mijn eigen ervaringen. wordt dan zo hè, ja, samen maar de, in de pot gedraaid. En, ja, en, ja. De vier dimensies en zo. Dat, dat heeft dat zij ontwikkeld. Ja, 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 dat heb ik ja. uh, niet zelf ontwikkeld. Dat <laughs> zou ik niet opkomen. Ik. ik had er, ja, voordat ik mij afsprak, ook nog nooit in, in die mate van gehoord, inderdaad, de auravelden en zo, en de energielagen. Dat, dat wel, maar zo die vier dimensies. Dat ja. Was, uh, ja, ja, dus ik, ik heb dat toen bestudeerd, niet wetende hoe. Rijk en hoe diep dat, dat eigenlijk was. Yeah. Want nog steeds kan ik de omvang wat van haar werk moeilijk vatten, eigenlijk. Mm. Hè? En als ik dan nu de Cursus in Wonder ben beginnen lezen, sinds een jaar of zo, merk ik dat dat eigenlijk over hetzelfde gaat. Yeah. Dat die vier dimensies is de weg uit een droom yeah. Ja, dat is de weg. Die, en voor mij is dat zo. Hè? Yeah. Ik kon dat daar echt kijken op plakken. Ja, dat is altijd heel fijn. Hè? Dat, dat klopte gewoon ja, helemaal. Ja, 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 ja. Hè? Dus voor mij is zo die. Ja, ik ben wel heel comfortabel in die dimensies en ik, ik, ik kan daar echt... Hè, dat ja. is voor mij echt van, ah, het klopt gewoon. Ja. Dat is de weg eruit. Mm -hmm. hè? Als we dat volgen, dan zijn we eruit. Hè? Ja. Ja. ja, fijn. Ja, dus, uh, ja, het is heel rijk, ja, vind ik persoonlijk, ja. En uh, welke impact heeft dat gehad op, op jouw leven, op jouw jobs, op jouw... Ja, veel natuurlijk, hè. Ja, en ik ben dan ook iemand die, als ik dat dan voel, dan moet ik dat volgen. Zo. Ja. Uh, ik, uh, ja, ik heb ooit gestudeerd als landschapsarchitect. Ik werkte voor een studiebureau en toen ben ik beginnen een workshops, transformatietraining doen, zo noemden het. En ja, na het eerste weekend dat ik zoiets van, oké, okay, die job kan ik niet meer doen. <laughs> Nochtans, ze zeiden van, pak geen ingrijpende beslissingen de dag erna. maar ik, ja. ben direct, ik heb gewoon direct mijn ontslag gegeven. Dat klopte gewoon niet meer. En dat doe ik dan, hè. ik voel dat, die ja. impuls, ik, en ik volg dat dan. Dus ja. ik heb mijn uh, ontslag daar gegeven en ik wou iets te gaan doen voor de wereld. Zo mm -hmm. voelde het Kusniewaf, maar ik ben daar bij Grimpis kunnen gaan werken en dan heb ik... Uh, ja, Vele jaren gedaan. Dat voelde ik mij heel goed. Echt ik als mij... campaigner? Zo. Ja, ik werkte, ja. Als, uh, ik werkte voor de energiecampagne. Ja, ja. Ik werkte op de campagneafdeling en ja, ook als activist, hè, want ja. iedereen die voor Greenpeace werkt is ook activist. In België zat dat dan heel wel gefocust op de kernenergie. Ik was uh -huh. daar ook eigenlijk helemaal in dat verhaal. Hè. Ja. Ik, ja, <kwijnt> ik vond dat zeer boeiend en ik, ik heb me daar ook helemaal gesmeten en dat klopte helemaal. En ondertussen deed ik nog workshops en opleidingen en ben ik dan ook bij, uh, bij Barbara Bennett gaan studeren. Ja. En toen ben ik gaan inzien hoe dat ons persoonlijke proces niet enkel persoonlijk is, mm -hmm. dat dat ook reflecteerd wordt in de buitenwereld. Hè. En wat daar bij Greenpeace heel erg gebeurde was uh, het gevolg gaan aanpakken. Ja. Mm -hmm. Terwijl dat, we niets in de wereld kunnen veranderen. De verandering, ja. Ja, voilà. ja. de verandering dient in ons te gebeuren, ja. hè? bij de oorzaak. Ja. Hè? Dus ik kan willen de wereld veranderen, maar veel meer zouden we onze gedachten, onze visie over ja. de wereld gaan veranderen. Hè? Dus een keer dat ik dat inzag, ja. en ook wat je uw, uw persoonlijk werk, hoe dat dat dan gereflecteerd ziet in de buitenwereld... Hè? Ja. Ja, dan kon ik niet langer die job nog doen. Ja. Hè? En dan voelde ik heel sterk: van dit is wat mijn ziel nu te doen heeft. Hè? Ja. Dus ik zie mezelf, ik doe nog steeds hetzelfde werk, maar op een andere manier. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Ik voel mijn eigen nog altijd een activist, eigenlijk. Ja. Hè? Want dat, 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 dat is gewoon wie dat ik kofoon ben, wel ja. denk ik zo. Hè? En ik ben nog altijd geboeid door een betere wereld, maar ik ga het niet meer gaan veranderen buiten mij. Daar ik in die het, spiegel. Uh... Ja, voilà. Hè? Ja, ja, ik. ik ik ga hier veranderen. Ja. En daar voelde ik dan ineens heel veel potentieel. Zo, hè? Dus dan ja. heb ik ook mijn job bij Greenpeace gestopt. Uh, ja, ja. Om, om mijn eigen zaak op te starten. Ja. Hè? Dat was er toen <laughs> nog niet. Dat was gewoon puur een impuls en een verlangen van mijn ziel. Maar ja. dat is dan zo sterk, ik kan dat niet negeren. Ja. Hè? Of ik zou dat wel kunnen negeren, maar ik zou doodongelukkig zijn. Ja. Dus ik, ik voel dat heel sterk. Mm -hmm. zo. Ik volg ook. Ja, ik volg dat graag, die impulsen van mijn ziel. Dat, dat, dat stuurt ja. mij in mijn leven zo. En dat is, zit, er, zit er altijd op, hè. Ja. En het is natuurlijk griezelig, hè? Om, ja. hè. Waarom zouden een job dat je zo graag doet, waar dat je eigenlijk ja. voor droomt, opgeven voor iets dat er niet is? Maar ja, gewoon omdat ik voel dat ik dat moet doen. Ja, moest, ja. Ja. Dus, uh, ja. ja. Ja, dat is wel een ferme stap, hè, van, van inderdaad zo'n zo job. Uh dat je met veel passie deed, naar eigenlijk, ja, een zelfstandige activiteit dan, uh, die je opgestart hebt. Mm -hmm. waarbij je toen mee gestart? Individueel werk, of ben je al ja, snel met die opleiding? Niet met mijn opleiding begonnen, maar ik, ja, sowieso eerst een praktijk. Hè. Mensen individueel, healing, werk doen. Ja. Maar ik uh, ben eigenlijk heel snel begonnen met lesgeven. Hè. Ik heb een tijdje lesgegeven op de wellnessschool, de schoonheidsschool. Daar heb ik zo mijn eerste... Lessen mogen geven. Ik ben heel blij dat ik, dat ik die ruimte heb gekregen. En dan ben ik ook, daar ben ik ook heel dankbaar voor, bij Jan Jansen uh, mogen gaan assisteren. Ja. Die heeft mij uitgenodigd om bij hem een lerarenopleiding te volgen mm -hmm. en om te, hem te assisteren in zijn opleiding. Uh, dat is een opleiding Energie Subtiel in Brussel. Dus daar heb ik heel veel geleerd. Daar heb ik ook een aantal jaar hem ja, mogen helpen in zijn opleiding. Ja. Ja, en dan ja, dacht ik van. Wil daar zelf ook iets mee doen en dan heb ik mijn eigen opleiding ontwikkeld. En dat heb ik zes jaar geleden voor de eerste keer hier in deze plek gegeven. Hè? Ja. Ja. En nu zes jaar later is het een vierjarige opleiding geworden. Ja. Ja. Dus het, het groeit. Hè? Er zit echt een hele fijne dynamiek in. Hè? Het, wilt, het wilt geleefd worden, het wilt expanderen, het wilt groeien. Kei tof hè? Ja. ja, dat is fijn hè? dat je gewoon kan meeflowen op die, op die golf. En, ja. uh, ja, het lijkt wel of je er een stuk in gedragen wordt ook wel. Hè, ja, die... ja. ja, want ik had het zelf niet kunnen bedenken natuurlijk. Hè. Ja. Ja, ja, want ik vond het wel ferm de eerste keer uh, dat ik jouw website bekeek. Uh, ik had jouw naam doorgekregen van, uh, van Charlotte en, uh, en Kim. Uh -huh. En... Um, ik dacht, die, die geeft een vierjarige opleiding op haar eentje zo. Je hebt nu wel wat assistenten die met jou werken, maar meestal zie je zo vierjarige intensieve opleidingen meer in een, een, een opleidingscentra, mm -hmm. die daar een hele structuur rond hebben en zo. Maar uh, ja, en, en ja, als je dan ook hoort van... Uh, ondertussen al wat mensen mogen ontmoeten, hè, jouw assistenten en zo, en mensen die de, de opleiding doorgemaakt hebben, hoe, uh, hoe waardevol dat dat is, uh, is toch wel... Ja. Chapeau om dat zo op je eentje uit de grond te stampen. Ik ja. Wel ferm. ja, wel, zoals je zegt, ik volg gewoon. Ja. Hè. Ik heb geleerd door in het leven om mij gewoon over te geven aan dat wat er wilt gebeuren. Hè. Mm -hmm. En dat is waardevol, want ik zeg, ik had het zelf niet kunnen bedenken. Hè. Ja. Dus ik ben gestart met mijn jaaropleiding, maar vanuit de studenten was er goesting in meer. Dus ja, ik dat jaar na jaar ja. gaan creëren. Ja. En, ja. en dat is even simpel als het moeilijk is. Hè. Het is eigenlijk heel simpel, gewoon je laten meedragen op die flow en, en op elk moment gewoon blijven voelen van wat wordt er van mij verlangd en zo. Maar tegelijkertijd is, is het ongelooflijk moeilijk, want het is heel spannend. En, en, ja. en, en, en ja, vaak voelen we dingen waar we weerstand tegen hebben en zo. En dan, ja, dan denk ik dat die opleiding die je dan gehad hebt en die die processen die je gegaan hebt, dat dat dan eigenlijk waarschijnlijk net de tools zijn die. Absoluut, ja, ja. Want wat het, wat het moeilijk maakt, is natuurlijk. Moeilijk is niet het goede woord, maar. is je eigen proces de hele tijd blijven ja. aangaan. Hè? Dat is het. Hè? Gewoon ja zeggen tegen alle uitdagingen die zich aandienen. Hè? Ja. ja. En dat is simpel, maar ook het lijkt niet gemakkelijk. Simpel, maar hè? nee, nee. nee, 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 nee. Het Want het is elke keer weer opnieuw erin duiken. Hè? Ja. ja. Om je eigen. Oef, elke keer weer. Ja, steeds dichter bij jezelf komen, steeds dichter thuis komen bij, bij de essentie. En ja, ja dan, dan kan het stromen, hè? Dan stroomt, mm -hmm. het wilt gewoon stromen, het wilt gewoon gebeuren. Het, hè? Ja. Ja. En, ja. Ja. Dat is, dat is het heel simpel en tegelijkertijd, zoals je zegt, ook heel, heel moeilijk, hè? Ja. omdat je de controle loslaat en zegt van oké, okay, doe maar, ja. hè? bring it on, mm -hmm. laat maar gebeuren, here I am. Hè? Ja. <laughs> Ja, maar het feit dat je het doet en de manier waarop dat je doet, is, is, is ook het levende bewijs van de, de efficiëntie van, van de methodiek, natuurlijk. Ja, voilà, ja, 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 ja. En ik denk dat mensen dat ook zien. Hè. Ja. En uh, wat, wat dat mensen ook heel erg aantrekt, denk ik, in, in de opleiding die ik geef, is zo de gegrondheid ervan. Ja. Hè. Dus ik wil spiritualiteit beleven op een zeer gegronde manier. Ja. Ik vind dat... Ik heb dat geleerd van Barbara Brennan, zij mm -hmm. is ook wetenschapster van opleiding, dus zij bracht hele spirituele dingen, maar op een hele aardse manier. En dat ja. heeft mij heel erg aangetrokken, dus dat breng ik ook. Hè. Mm -hmm. En ik denk dat dat mensen ook heel, heel, heel erg inspireert of ja. aantrekt, dan om dan hè, bij mij te komen en, ja. en niet bij iemand anders. En ook omgekeerd, hè. ik denk ja. dat sommige mensen dat dan ook juist helemaal niet leuk vinden. Maar uh, ja... Ja, ja, omdat je, je brengt dan, hè, dat is eigenlijk, je brengt dan dat, die spiritualiteit echt in, de, in het fysieke, ja. hè, waar het geleefd kan worden. Mm -hmm, hè. Je hebt mm -hmm. er niks aan als je niet in je lijf bent en als je het niet kunt tot uiting brengen in het fysieke. Hè, ja. Dan hebben we er weinig aan. Hè. Dus je Klopt. kunt denk ik zo'n opleiding ook niet manifesteren als je niet aanwezig bent in het fysieke. Hè. Ja, inderdaad, want het is... Het kan heel gemakkelijk zijn om, om te zeggen van ja, oké, de, de buitenwereld is een illusie en, en het is maar een afspiegeling en het is allemaal niet, niet echt en zo, dus we, we schenken er maar geen aandacht aan, maar het is, het is nog altijd wel ja, de wereld waarin dat we het grootste deel van de tijd toch wel, uh, dat ons bewustzijn daar is. Mm -hmm. En het is daar dat we het dat we te doen hebben, daar dat we te leven hebben. Dus, uh, ja, ja, en het gaat er niet om om het te gaan ontkennen, maar om mm -hmm. ons ervan te onthechten. Ja. Hè? Is het. Hè. Het is niet omdat we weten het is een illusie, het is een droom, dat we het gaan ontkennen. Want we blijken er wel aanwezig in te zijn. Want ja. we hebben hier een ervaring. Hè. Ja, exact. Ja. En, en die bepaalt heel erg ons, ons geluk en ons welzijn en hoe dat wij ons voelen. En, uh. Ja, en dat is ook zoals dat in de cursus staat. Hè. Zolang dat je in een droom bent, kun je er maar beter een mooie droom van maken. Voilà. Hè? Ja. <laughs> dus voilà. Ja, is voilà. Happy dreams. Hè. Ja, zo is dat. Um. Ik wil, uh, ik wil nog eens terugkomen op, op uh, hoe jij dat allemaal beleefd hebt. Um, je hebt al verteld over uh, jouw, jouw jobs. Dat je een paar keer uh, van job veranderd bent in die periode sinds dat je een beetje op dit pad bent. Um, ik heb ook al twee relaties moeten onderbreken hè, ja. daardoor. Ja, gewoon omdat dat niet meer past. Ja. Ja. En ja, ja, ik heb heel wat mensen wel verloren daardoor. Mm -hmm. hè. Um, ja. ja. Als ik, als ik mij verbind met mijn waarheid, met mijn ware zelf en daarin ga staan en daar ja. niet van afwijk, hè, ja, dan ja, dat heeft dat wel wat storm veroorzaakt in mijn familie. Ja. Oordeel? Of, uh, ja, oordeel en ook het niet willen zien. Hè. Als ik spreek vanuit mijn waarheid, wat ik gedaan heb, heb ik gelijk zo'n beerput opengetrokken. Ja wat dat zeer oncomfortabel was voor mijn familie, mm -hmm. die het liever wel allemaal bedekt zouden laten. Ja. En uh, ja, een keer dat hij een beerput open is, is hem open. Hè. Je kunt dat dan wel blijven proberen bedekken, maar het blijft wel stinken. Hè. Mm -hmm. En ja, het was dan makkelijker voor hen om mij buiten te sluiten en mij te gaan demoniseren of zo. Hè. Van, hè, ik heb het allemaal veroorzaakt en ik ben de slechterik. Ja, dat is een manier om om te gaan met ja. wat er zich heeft getoond. Zo, hè? Meer van uh, laat, laat dat toch gewoon zijn. Uh, laten we daar niet naar kijken, ja. laten we het, het gezellig houden. Het leven hè? ging La toch prima ja. zonder dat we daar. Ja, we moeten geen nu al, al, moet ja. Al, ja, ja, ja. ja ja Dus ik heb een bom laten ontploffen, ja. zeg maar. Hè? Ja. ja, ik heb gewoon. Gesproken vanuit mijn waarheid ja. en wat dat er voor mij klopte. Mm. En daar ben ik in gaan staan. En mm -hmm. ik zou dan kunnen kiezen om dat niet te doen, ja. om terug te gaan naar wat dat was, maar dat gaat gewoon helemaal niet meer. Een keer dat, dat er een bepaalde waarheid aan het licht is gekomen, kan ik niet doen of dat het er niet is. Ja. Ja. Dus ja, door daarin te blijven staan, heeft dat eigenlijk ja, een breuk veroorzaakt met, met mijn familie. Nu mm. dat, dat is nu wel. Heel dramatisch en dat hoeft niet zo altijd ja, te zijn. Hè? Ja. Maar in mijn leven uitziet dat blijkbaar zo. Mm -hmm. Voilà. Ja. Dus dat is dan ook maar waar dat ik het mee te doen heb. Nu, ik moet zeggen dat um, het eigenlijk een bevrijding is hoor. Want in een systeem zitten dat niet klopt, ja. voelt heel eng. He? Ja. En als je dan in je waarheid gaat staan, dan komt je pas te weten van ja, kan ik. Kan ik daar op die of andere manier nog in blijven? Of niet? Of niet ja. En dan zoek ik een andere plek. Want natuurlijk blijf ik onderdeel van dat systeem. Hè, als we ja, dat ja. dan hè, vanuit familieopstellingen gaan bekijken. Ja. Maar ik heb dan een andere plek daarin. wat dat voor mij klopt, gewoon. Mm -hmm. hè. En nie, ik ga me niet meer zo gaan gedragen volgens de ongeschreven wetten van het systeem. Ja. Hè. En een van die dingen is: van laten we het gezellig houden. Hè. Ja. Laten we het niet over die dingen hebben, laten we het happy happy. Hè. Ja. En zolang dat daar gebeurt, ja, dan hoor ik erbij. Ja. Want op het moment dat ik dat niet meer doe, dan hoor ik er niet meer bij. Mm -hmm. hè? En dat is dan de consequentie. En dit is, ik neem daar ook volledige verantwoordelijkheid voor. Mm -hmm, hè? Want ja. ik, zou een, ik zou het niet anders willen, ik zou het niet anders kunnen. En ik moet eerlijk toegeven dat het voelt als een bevrijding. Want ik sta nu, ja, ja ik ben nu vrij om te doen en te zeggen en te. Ja, te zijn wie ik ben. Ja, maar het is, het is, wel, het is wel pittig. Alleen ik, ik, ik zie bijvoorbeeld wel, wel veel mensen ook die, die van alles ondernemen en, 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 en familie wordt een tijd minder belangrijk en zo, maar op crisismomenten, dan zie je dat er vaak toch heel hard teruggegrepen wordt naar, naar, naar die familie. Dat dat vaak wel een ankerpunt is. Um, als je daar. Um, ja, als ik, als ik naar mezelf bijvoorbeeld kijk. Um, ik heb al heel veel vrienden zien, zien komen en gaan. En dat is dus niet omdat er ooit oneenigheid geweest is of zo. Maar ik denk dat dat ook een beetje ja, dat persoonlijk proces is. Ik, ik, ik ben niet meer wie dat ik tien jaar geleden was. Ik ben ook niet meer wie dat ik drie jaar geleden was of zo. En, en ja, dat verandert zo altijd wel. Maar mijn familie is daar wel een constante in. En dat geeft zo ergens wel een, een houvast ook. En ja, ik stel mij voor dan, als je dat, als je dat niet meer hebt, die, die constante... Ja. Ja, dan ga je dat in je eigen vinden. Hè. Voilà, dat je dan inderdaad nog veel meer op jezelf ja. aangelegd Dus dat is een grote cadeau eigenlijk. Hoe meer ja. mensen dat ik verlies, hoe meer dat ik mezelf vind. Ja. En dat is echt helemaal zo. Dat klopt ja. helemaal. En natuurlijk is dat pijnlijk. Hè. Ja. Dat is, dat, 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 ik heb daar al heel veel over voor gehuild. Er is gigantisch mm. veel verdriet. Hè. En al, dat is nu al zeven jaar of zo, dus dat doet nog altijd pijn soms. Nee. Ja. En dan huil ik daar ook voor, dan laat ik dat ook toe, dan, ga ik, mm -hmm. hè, dan zak ik daar steeds dieper in. Maar ik heb mezelf wel heel... Ja, ik heb meer van mezelf. Hè. Ja. Ik heb veel meer van mezelf door hen te verliezen. Ja. Ja. Dus in die zin is het, is het een cadeau. Het is ja. een cadeau, maar ja, het vraagt veel van een, van een mens om het, het leven en alles wat erbij komt kijken ja, op je eentje te dragen eigenlijk, want... Ja. Dat, daar komt het uiteindelijk wel op neer. En, en ja, het is een illusie dat, dat er iemand anders het voor ons kan dragen. Mm -hmm. Maar soms is het wel fijn om die illusie wel een beetje hoog te houden. Dat andere mensen uh, ons mee kunnen helpen dragen. Dat we er niet... Ja, ik heb natuurlijk wel vrienden. Hè? Ja, wel. Voor ja, dan, ja. ja, en dat is een beetje... Hè, ik, heb, ik heb heel veel vrienden die al heel lang meegaan. En ja. wordt ik echt... Hè, dat is dan mijn Family, noem je ja, dat? Voilà. De, de, de. Ja, Dus daar ben ik... Ik doe het niet alleen of zo. Hè. Mm -hmm. Maar ik heb wel geleerd om die houvast en die ankering in mezelf te vinden. Ja. Ik ben mijn eigen veiligheid. Hè. Mm -hmm. Ik ben mijn eigen ja, ja. fundament. Zo, mm -hmm. hè. Ja. Ja. Dus dat is wel in heel dat proces heel sterk ver, ja. Ja. Uh, ja. Ja, versterkt. Ja, wel, ja, het, ja. Uh, het leven... Uh, ja, het dwingt ons soms een beetje om, om, om mm -hmm. het bij onszelf te vinden. Hè. Als, het, als, het, mm -hmm. als de, de externe of andere mensen, waar we het een stukje vinden, er niet meer zijn. dan uh, ja, En dat ja. zijn wel heel pittige periodes, maar ja, 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 ja inderdaad. Ja, um. Um, ik herinner mij van, uh, van ons voorgesprek dat er uh, een, een tweetal jaar geleden voor jou ook een, uh, een best pittige periode aangebroken was. De, de coronaperiode speelde daar ook een stuk in mee, herinner ik mij. De, de, de maatregelen die ervoor zorgden dat je je werk eigenlijk niet meer kon doen. Mm -hmm. En dan, uh, was... Ja, en ik was toen net gescheiden, hè? ik ja. was. Uh, ik was uh, ja, dat ook al. Want dan, uh, ik had dan geen familie meer, maar ik had wel mijn gezin nog. Hè. Ja. En die relatie is dan ook uh, op een heel liefdevolle manier. We hebben elkaar losgelaten. Juist omdat we, ik kon er niet meer in kon groeien. Mijn partner kon ook zichzelf niet um, mm -hmm. zijn wie hij eigenlijk was. En dus dan is het beter, dat is ook een act of love, hè. elkaar ja. loslaten. Dus dat is heel mooi gebeurd. Dus dan, uh, ja was ik gescheiden, dus dan heb ik mijn huis losgelaten, waar ja. ik lang aan verbouwd had eigenlijk, oh. <laughs> uh, en het gezin dat ik had eh, losgelaten ja. om dan uh, ja een nieuw plekje eh, als alleenstaande mama, eh. je, we gaan het doen, hè. <laughs> ja. en dan komt corona, hè. oh yeah. en dan mogen je niet meer werken, dus ja als zelfstandige was, was dat wel pittig, ja. Ja. En eigenlijk ook daar, bon, ik, ik, ik bekijk de dingen altijd op een zeer positieve manier, hè, want mm -hmm. ik had heel, ik ben in een, ik heb mijn huis gezien hè, toen. Dat was gewoon een stal. Hè. Ja. Ik heb een stal gekocht. En <laughs> mijn houtkachel en een hoop hout. En daar ja. woonde ik dus. Hè. Dus ik vond dat. Dat was zo een, een mooi proces. Hè, dus ik liet mijn huis met al het comfort achter. Ik ben in een stal gaan wonen. Ik had enkel een houtkachel en een, een, een stapel hout. En ik woonde daar met mijn poes en mijn zoontje. En ik heb mij nog nooit zo rijk gevoeld. Ja. Echt waar. Toen heb ik gevoeld wat innerlijke rijkdom was. Mm. En dat heeft niks te maken met de uiterlijke omstandigheden, ja. maar puur mijn innerlijk gevoel. Dus dat heeft mij ja, heel veel gegeven. En het was griezelig, hè, want ik mocht niet werken. Eh, dus... wat, wat zorgde dan voor die rijkdom? Was het... Ja, het was een gevoel. Ik zat daar, wetende dat ik FGC een inkomen had. Ja. Eh, dat ik... Dat, eh... Ik weet niet wat dat was, maar ik zat daar, ik herinner me nog heel goed, en ik zat daar en ik keek naar mijn stapel hout. Mijn vuur was aan het branden, tapijtje, daar lag een poes op. Mijn zoontje ja. was daar aan het lezen. En ik voelde, maar ik ben een rijke vrouw. Ja. En ik weet niet aan wat ik dat kon wijten toen, want uiterlijk was er maar dat. Ja. Maar het was gewoon een innerlijk gevoel van vervulling. Maar, en ik heb alles wat ik... Wil. Ja, ja, ja. Ik heb alles wat ik nodig heb op dit moment. Ik ben zo rijk. Ja. En toen dacht ik van, hier gaat het om. Ja. Want je kunt die rijkdom zoeken buiten nu ja. en in de omstandigheden, maar dat is niks, hè. Ja. En, en ja, gewoon mijn vuur dat brandde, mijn hout dat mm. daar was, en ik was rijk. Ja, ja, ja wat, wat ik voelde is ook zo het, het, het beeld van, ja, ik, ik, ik ben hier alles verloren, ik overdrijf het nu een beetje, maar... Maar kijk, ik, zit, ik ben, een, ik ben... I'm alive. Ja, en ik heb alles wat ik nodig ja, heb. Ik, weten, heb ik, ja, nodig ik heb eten. En... Ik heb warm. Ja. ja. Ik, heb, ik heb mijn zoontje ik heb mijn gratten en voilà, dat zit. Ik ja. heb mezelf. Ik, ik heb vooral mezelf. En ook ergens dat dat zo ergens het vertrouwen geeft van ja, eigenlijk kan er mij niks gebeuren. Oogenschijnlijk in die buitenwereld gaat het nu heel slecht. Het loopt allemaal mm -hmm. fout, maar ik, ik, ik voel mij enorm levend en en, ja. en... en veilig en, de, en rijk. En, ja. En, ja, dus ja. zie maar, eigenlijk, eigenlijk kan er mij niks, niks raken als ik, als ik maar... Mm -hmm. ja. Exact, dat. ja. Ja, oh, fijn. Ja, en daarop dienen die omstandigheden, hè, dan, ja. om u in die plek te brengen. Hè. Ja. Ja, ik vond dat een hele rijke periode. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar, ja. maar het, het lijkt mij dat dan het, het werk dat je daarvoor al gedaan hebt, er ook wel voor gezorgd hebt, dat je vrij snel... In dat gevoel kon gaan. Als je dat misschien nog niet had gedaan, dan had je misschien een langere periode in een, in een soort slachtofferrol of zo. Mm. Uh, en, ja. ja, en natuurlijk schiet ik daar soms ook in. Hè? Ja, ja, ja. Maar, ja. Ja. maar ik, ik ben me wel bewust dat dat niet helpt. Alleen dat. Ja. ja, veel mensen die daar, die daar toch in verzenken, zijn, zijn daar misschien ook wel van, van bewust, maar het vergt toch uh, ja, een bepaalde stevigheid en, en een bepaalde pad die al afgelegd geweest is, denk mm -hmm. ik, om, om, om daar echt te kunnen in, in gaan staan en daar echt die kracht in te kunnen, te kunnen voelen. Mm -hmm. Ja. En um, ja, als, als uh, klap op de, op de vuurpijl eind, het, ze vonden blijkbaar dat het nog niet genoeg was. <laughs> nee. <laughs> Toen moest je nog eens ziek worden ook. Ja, ja inderdaad. Hè. Uh, ja, dat was heftig. Ja, ja, ja. Ik had dan een diagnose gekregen van uh, DCIS, noemde dat. Dat is eigenlijk een voorstadium van borstkanker. Hè. Die diagnose heb ik dan gekregen in juni 2021. Hè. Dus ik was toen uh, één jaar gescheiden, ik had dan dat corona-jaar achter de rug. Het ja. ging allemaal terug mogen beginnen. Alles ging, beetje, hè. Ja. Ik ging terug kunnen starten, mijn opleiding. Ik had ook een zomer van inalessen gepland. Hè. En dan, dan, had ik echt, ik kreeg dan die diagnose en ik had echt zoiets van, nee, dit dus meende toch niet, Minder dan nu? Ja. Vandaag, hè, ja. Minder dan. En dan dacht ik direct van, oké, okay Esther, don't go there, hè? want ja. ik voelde direct zo mijn energie shrinken en, hè? Ja. dus dan dacht ik van, nee, ik ga dat anders aanpakken. En heel snel heb ik die switch gemaakt en gezegd mm -hmm. van, oké, okay, wat heeft mijn ziel hier uit te leren? Hè? Wat is wat ik hier mee te doen heb? Waarom dat, komt dit op mijn pad? Ja, wat heeft, wat heeft mijn ziel hiermee te doen? Ja. Zo, hè? En dat, dat verandert natuurlijk heel, heel de manier hoe dat ik dat heb aangepakt. Hè? En mm. uh, ja, dat was ook een heel boeiend proces. Hè? Ja. Want natuurlijk zit je dan in een. Uh, hè, je krijgt die diagnose in een ziekenhuis. Er moeten dan van alle onderzoeken ja. gebeuren die ik wel gedaan heb. Dat zijn zeer onaangename onderzoeken. Ik had toen ook. Outdoor workshops gepland. Dus ik heb dat gedaan terwijl dat ik eigenlijk in volle proces was. De mensen hebben daar niks van gemerkt, maar voor mij was dat wel heel heftig om, om, om dat te doen. Gelukkig was mijn team, hè, dat is echt ook mijn en vast, hè, ja. dus, uh, dat, Maar het was dus mijn focus om dat te doen terwijl dat ik daar echt zo mijn. Ja. Ja. <laughs> ...met die diagnose was en ook een, een beslissing die ik moest nemen. Want natuurlijk, ja, het ja. ziekenhuis wil natuurlijk direct uh, gaan opereren. Hè? Ja. En uh, de, ja, de voorgestelde behandeling was dan borstamputatie. En ik had zoiets van, wow, dat is wel hmm. allemaal heel heftig. Ik wil al mijn tijd nemen om dat allemaal goed te doorvoelen. Ja. Of dat dat wel klopte voor mij. Maar ja, een keer dat je zo in dat ziekenhuistraject hmm. begeeft, is er heel veel angst, hè dus ik was mij heel erg bewust daarvan van oké, okay, Esther, uit de angst blijven, uit de angst blijven, want je zit daar zo in mee, hè? en uh, ja, je hebt geen tijd, je moet dat direct doen, nee, niet voelen gewoon nee. hè, doen. En ik dacht nee nee, ik ga wel mijn tijd nemen om te voelen. Hè? Ja. En ik heb dat gedaan en ik heb dat echt heel bewust gedaan van waar gaat het hier over en ook alle ja, het was ook een heel mooi proces hoor, want ik heb mij ook echt kunnen verbinden met het deel van mij dat verkankerd werd, verkankerd was. Het deel van mij dat zich gaan, is gaan verzetten tegen mijzelf. Het ja. deel van mij en wat ik heel erg voelde, is het, het was een deel van mij dat... Het is wel waar om zo door je familie verstoten te worden, als ik het zo mag noemen. Ja, ja, ja. En er was toen ik, had dat toen... ik wist dat wel al, maar dat was toen heel duidelijk een gigantische haat naar mijn moeder en stiefvader, mm -hmm. hè, waar ik al lang mee aan de slag ben gegaan en woede, ja. kloppen en daar ruimte aan geven, maar toch bleef dat zitten en het is dat die haat eigenlijk dat zich gaan naar binnen werken is, ja. dat zich dan eigenlijk in een tumor aan het omzetten was. Mm -hmm. hè. Dus ik vond het heel fijn om dan ook contact te kunnen maken met dat deel in mij dat zo is gaan haten. Hè. Ja. Dus ja, um, je hebt dan enerzijds het traject in het ziekenhuis dat je volgt en anderzijds ook het persoonlijke werk hè? Ja, voilà. ja, ja. dat ik heel serieus heb genomen. Mm -hmm. hè? En dan echt heel erg gaan voelen en mij inlezen en invoelen in allerlei andere soorten van therapieën, behandelingen en echt van, klopt dit voor mij, klopt dat niet? Heel trouw gebleven ja. aan mezelf en heel erg blijven voelen... En intunen, wat, wat is er hier juist voor mij? Wat is er waar voor mij? Wat is mijn waarheid hierin? Mm. En vanuit dan een, een beslissing. Dus niet vanuit het ziekenhuis en de angst. Uh, maar ik heb wel voor die amputatie gekozen uiteindelijk. Ja. Omdat dat voor mij het meeste klopte. Ja. Want als ik er contact mee waakte, dus met die cellen, mm. die, zich aan eh, die, die kankercellen, dus, ja. eh, die kwaadaardige cellen, die zich eigenlijk tegen mij aan het verzetten waren... Was dat dat stuk in mij dat klaar was om te gaan? Dat voelde ook wel zo. Dat, ja. was, dat was klaar, dat was dood. Dat was echt, dat is goed om dat weg te nemen. Mm -hmm. Dus uh, het klopte voor mij, ja. die amputatie. Dat was natuurlijk niet evident, hè? dat mm -hmm. heeft wel wat gevraagd hè? Om, om daar oké okay mee te zijn. Maar ik vind het proces, daar ja, ben ik wel heel blij mee. Hoe dat, hoe dat, dat zich getoond heeft. Zo. Hoe dat, ja. dat ja. Ik, ik vind het heel mooi ook hoe je daarin echt voor jezelf bent blijven voelen van wat klopt er voor mij? Mm -hmm. Want uh, ja, tegenwoordig als je met zo'n diagnose geconfronteerd wordt en uh, je bent een stuk op het spirituele pad, wat, wat ga je daarmee doen? Er zijn, er zijn duizend en één mogelijkheden mm -hmm. en nog meer adviezen van andere mensen. Ah, je moet dit doen, uh, je moet dat doen, je moet Um, heel veel mensen, ook die, die denk ik, dan de, de, de medische wereld een stuk uh, afzweren, die, die daar helemaal geen vertrouwen meer in hebben. En mm -hmm. ik kan ze ergens ook wel, wel snappen dat die soms daar het vertrouwen in verliezen, maar anderzijds denk ik dat het, dat het in jouw geval ook wel heel belangrijk geweest is om, om dat mee te nemen en, en daar ook ja, dat, dat verhaal, dat medisch verhaal, ook een eerlijke kans te geven en, en te voelen van, ja, wat. Wat klopt er voor mij? En uh, enerzijds dat spiritueel werk en ja, misschien heb je ergens nog anders alternatieve behandelingen gedaan dan ook, maar, maar om ook die, ja, die westerse geneeskunde ook wel daarin mee te nemen. Ja, ja en ook de waarde daarvan te zien. Ja, Want ze hebben ja. ook wel echt iets te brengen. Hè? Ja, zeker. Vast. Ja, ja, dus ik heb echt zo getracht een balans daarin te, ja. te, te vinden. En ja, ik, ik heb daar. Natuurlijk, het is heel... Hè, zoals ik daarnet zei, het is heel belangrijk om uit de angst te blijven. Want het mm. is echt gefocust op angst. Hè, hè. Ja. En enkel daarvan, oké, okay, je hebt hier kanker en dat moet zo vlug mogelijk weg. Ja. En dat vind ik niet... Nee, ik wil zo ziekte niet benaderen. Ik ja. wil, dit komt mij iets brengen en ja. ik, wil, ik wil daar voor openstaan. Wat is de wijsheid? Ja, Wat de... is de wijsheid mm -hmm. ervan? Ziekte brengt mm -hmm. wijsheid, als je dat wilt horen. Hè. Ja. En, en het was voor mij ook, oké... Okay, ...nodig om het te verwijderen. Hè? Dus ja. het, het is alle twee. Hè? Mm -hmm. Want natuurlijk waren er ook vanuit mijn... ...spirituele omgeving... Oh ...nee, je mocht dat niet doen. En dat ja. en dat en, en dat da, 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 kunnen doen. Maar het klopte voor mij niet. Ja. Voor sommige mensen misschien wel, maar voor mij klopte dat mm -hmm. niet. Hè? Dus het was echt... ...blijven voelen. Wat, ja. wat klopt er? En ik ben heel dankbaar eigenlijk... ...voor wat die dokters gedaan hebben... Mm. En ja, daarin moet ik onmiddellijk ook terugdenken aan die geaardheid, waar je ook over sprak, je opleiding en zo veel belang dat je daaraan hecht. Ja. Ja, dat dat blijkt nu ook weer. Hè. En um, sommige ja. mensen die daar misschien wat minder belang aan hechten, die, uh, die gaan er dan soms vanuit dat je met enkel het persoonlijk proces te doen, die, die, die dingen waar je over sprak aan te kijken, die, die, die haat, mm -hmm. dat aan te kijken en daarmee daar aan het werk te gaan dat dat voldoende zou zijn. Maar dat Misschien is dat soms voor sommige mensen. Hè? Soms is dat zo, maar als het vanuit eerder een dogmatisch denken is van ja, die medische wereld, dat is per definitie slecht en uh, het, dat, dat komt mij gewoon een boodschap brengen en als ik, uh, ja, die, als, ik, als ik daarmee aan de slag ga, dan komt het goed. Maar zonder eigenlijk te voelen, ja, dan, dan, dan kunnen er wel ja, zeer jammerlijke zaken gebeuren. En, uh, mm -hmm. Dus ja, ik vind het heel mooi en, en Heel inspirerend hoe, uh, mm. hoe jij dat aangepakt hebt. Uh. Ja, ja, ja ik, 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 ik kijk er echt naar terug als, als, als echt een ware cadeau. Ja, Want ja. die haat is weg. Ja. Ik voel dat gewoon niet meer. Ik voel ja. absoluut geen haat niet meer. Ja. En dat is zo. Ah, hè, ja, wauw. Want ja. Ja, ik doe mezelf daar aan. Hè. Ja. Ik bedoel, die andere persoon heeft daar geen last van. Hè. Dat is echt. Een Heel vervelend gevoel wat daar gezellig mee zit. Hè. Ja, ja. En in de plaats, hè, ik heb dan een nieuwe borst gekregen vanuit heupweefsel, hebben ze een hele mooie nieuwe borst gemaakt. Dus ik ben die chirurgen wow, echt ja. waar. Hè. Die doen dat echt heel mooi en heel zorgzaam. Ja, ja, ja. En echt ja. met heel, heel veel gevoel voor, we willen dat goed doen. Ja. Dus het is echt heel mooi om dat ook te eren, vind ik. Ja. En die, die borst die staat voor mij nu voor zachtheid. Mm -hmm. hè. En die. Ze is heel aanwezig en ze leeft heel fel. En het was ook een heel mooi proces van aanvaarding. Hè, die nieuwe borst aanvaarden. Ja. En, en, en zachtheid aanvaarden ja. in mijn leven. Hè, dus ja. Dus de haat is uh, getransformeerd in zachtheid. Ja, dat is wat dat het mij gegeven heeft. Ja. Ja. En het heeft mij ook de cursus in wonderen op mijn schoot gelegd. Want ja. dat was een boek dat ook al tien jaar op mijn boekenrek stond. Ja. En ik wist echt niet wat gedaan toen. Ik, ja. het, het mij, dat was... Ik, ik was zo. Hoe, hè, met alles, hè, alles wat er dan gebeurd was. Mm. En dan nog eens die diagnose. En, mm -hmm. en die, daar, ik had echt zoiets van. Hè, en dan kwam de cursus en dat heeft mij geholpen. Ja. Dat heeft mij echt gered. Al vastgegeven. Ja, dat heeft mij. Hè, omdat vergeving wordt ook op een heel andere manier. Ja. Hè, ik heb mijn ouders kunnen gaan vergeven op die manier. Ja. En dan kom je er los van. Ja. Hè. Dat is fantastisch, hè? Dus het heeft mij heel veel gegeven. Hè? En sindsdien, ja, de wow. Deze cursus en Jezus, mijn wetgezel, hè? Ja, ja, ja. ja. Mooi. Ja. Hoe gaat het nu met jou? Goed, heel goed. Ja. Ik heb uh, nog een operatie gehad eind juni. En er is nu nog één kleine ingreep die moet gebeuren. En dan, ja, het is, het is heel is allemaal heel goed. Ja, ja, je voelt ook dat het proces echt zich aan het afronden is. Ja ja. ja, ja, ja. En ik ben heel blij met mijn nieuwe borst. Ja, ja echt waar. Ja, ja, ik heb echt die indruk ook. Ja, ja, ja. Je ja. dat ook uit. Ja. ja, en ik heb echt ook heel um, ceremonieel afscheid genomen ja. van mijn oude borst. Mm -hmm. Ja. Ik heb me daar heel goed op, op voorbereid. Maar natuurlijk, ja, als je wakker wordt en die borst is weg, is dat natuurlijk zeer... Chockeer het nog steeds. Ja. Hè? Maar ja, het was echt een heel mooi afscheid nemen van dat stuk van mij dat klaar was om te gaan. En dat zich dan ja, heeft getoond via die borst, maar ja, 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 ja. Um, Je vertelde mij ook dat je die, um, die, 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 die ziekte, of dat, dat, dat zwart beest, zo, hè? dat je dat al een tijdje had zien aankomen. Ja, ja, ja dat was wel heel bijzonder eigenlijk. Want, ja. uh, had al een tijdje het gevoel dat er mij iets op de hielen zat. Ja. En ik was mij heel erg bewust, dan moest ik mijn persoonlijk werk niet doen, niet zo serieus nemen, moest ik niet hè, ja. mijn pijnen aanpakken zoals dat ik het doe, hè, mm -hmm. dan ga, zou ik ziek worden. Ja. Hè? En dat is gewoon ook zo. Hè? Als jij uh, dingen gaat ontkennen, negeren, mm -hmm. dingen niet aanpakt, hè, dat gaat gaan verzweren en dat uit zich in het fysieke. Hè. Ja. Dus ik, ik er was echt zo'n een, een diep weten van als ik dit werk niet doe of ja. niet serieus neem, dan ga ik ziek worden. Mm. Hè. Dat was nog niet echt heel erg concreet of zo, maar dat voelde ik. En ik voelde dat echt alsof iets daar achter mij aanwezig was, ja. maar dat ik het wel voor was. Ja. Hè. Door het persoonlijk werk dat ik aan het doen was en de healing, het healingwerk dat ik deed, dat ik daar voor was. Ja. En dan op een bepaald moment, zo door... Ja, diepe innerlijke reizen te doen en shamanistische ceremonies te doen, merkte ik ineens dat het mij ingehaald had. Mm. En ik ben heel blij met dat inzicht en met dat besef. En ik ben ook heel blij dat ik dat serieus heb genomen. Ja. En dat ik daar trouw, hè, want dat is gewoon een puur innerlijk voelen, hè? Ja. dat ik daar trouw aan ben gebleven. En dat ik toen... De, die borst is mij heel erg gaan roepen op een manier. En ja, ik voel dat er iets niet juist was. Mm. Hè? En ik ben naar de dokter geweest, naar de gynaecoloog, maar die, die zei nu, alles is oké, okay, ik voel niks, het is oké, okay, maar het klopte niet. En ja. dan zei die van, ja, als je echt niet op je gemak bent, dan moet je mammografie doen. En ik heb dat ja. dan gedaan. En toen bleek dat er eigenlijk een heel grote zone was die zich aan het vormen was tot, tot tumor. Ja. Dus er was wel degelijk iets. Ik, ja. Heel sterk voelde en waar ik mij door die innerlijke reizen heel erg van bewust werd. Maar dat nog door de medische wereld... Hey, door gewoon, Niet opgepikt hey, werd. Nee, voilà. ja. Ja. Dus ik ben heel blij door, voor al dat diep innerlijk werk en al dat magische plantenmedicijnen die hey, op mijn pad zijn gekomen om mm. mij daar zo helder te tonen. Ik ben er ongelooflijk dankbaar voor. Dat, uh, en natuurlijk is het ook je moet het interpreteren en serieus nemen en daarnaar handelen natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dat, is, dat is wat ik mijn eigen dan te danken heb. Hè. Ja. Maar het, het is mij echt getoond geweest. Dat is fantastisch. Ja. Hè. Dat is ongelooflijk, ja. 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 Want in die zin ben ik het wel... Ik heb het wel op tijd kunnen laten wegnemen. Zonder... Hè, ja. ja voilà. En te, tegen de tijd dat de medische wereld het anders zou ontdekt hebben, uh, zat je misschien al een heel stuk verder en, en waren de complicaties misschien nog veel ernstiger ja. geweest. Dus. Ja, ja. Het is wel mooi hoe je enerzijds ook door het contact met je eigen lichaam, denk ik, door echt aanwezig te zijn in je lichaam en daar mm -hmm. een band mee te hebben, enerzijds dat gevoeld hebt, en anderzijds ook via die shamanistische ceremonies en zo, um, ja, dat, je dat, daar, dat je dat daar getoond wordt. Hè, dus, ja. Uh, ja, heel helder getoond. Ja. 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 Dat is ongelooflijk hoe dat. Ongelooflijk, uh, ja. ik kan daar alleen maar in verwondering naar, naar terugkijken. Ja. 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 Dus mijn. Ja. Ja, dat krijg je niet aan. Ja. Het <laughs> ja. ja. zal niet lang meer duren. Mm -hmm. ja, heel, heel, um, um, ja, heel belangrijk dat we dat ook allemaal introduceren in ons, in ons werk. Hè. Zo die, ja. Dat soort werk, hè, die innerlijke reizen en al, dat we dat, ja, dat, ja. dat serieus gaan nemen. Zo, hè. Ja, helemaal akkoord. Ja. Uh, ja. Mm -hmm. Ik heb er ook ervaring mee. En, uh, ja. we zeggen, het is mij ook al uh, enorm veel getoond... Um, dat, dat ik het altijd uitleg aan mijn mensen die, uh, die, het, die het nog niet kennen, is van. Ja, we hebben al gesproken over die, die pijnlijke stukken die zich ergens in onze ziel nog bevinden. en die vaak zodanig pijnlijk zijn dat, dat we ze eigenlijk niet willen aankijken. of de, de ego-structuur, die willen er liever zo ver mogelijk van, uh, van weg blijven En er zijn zoveel mechanismes uh, in onszelf aanwezig om daarvan weg te blijven. We hebben eigenlijk. Als we daar niet mee bezig zijn, geen bewustzijn over hoe, hoe, hoe vernuftig dat, 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 dat in elkaar zit. Om, om, er zijn duizend en één dingen die ervoor zorgen dat we er eigenlijk niet bij terechtkomen. Als je één deurtje doorgaat, dan zit er weer een andere valkuil en zo, waardoor dat je dan toch weer terechtkomt op je uh, onwetende positie. Maar dergelijke ceremonies die bypassen dat gewoon. Die gaan gewoon direct naar, naar de kern en die tonen nu hoe dat het, uh, in werkelijkheid is. Mm -hmm. Het um, is heel confronterend, ja. hè? maar je komt alleen maar jezelf tegen. Hè? Je komt jezelf tegen en, ja. en uh, dat ja. kan soms ook wel in, in, in energetisch werk of in een ander lichaamswerk, kun je ook tot bij die plekken komen, maar mm -hmm. zo helder en zo Ja, ik zuiver. moet wel zeggen dat ik hè, al het werk dat ik al heb gedaan, dat ik nog nooit zo diep in mijn eigen ja, al, pijn ben kunnen gaan. Hè? Als daar, ja. 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 Of dat het gewoon veel langer zou duren natuurlijk. ja. Hè? ja. ja. Dus het is wel een beetje een, ja. een highway of een... Ja. Ja, ja dankjewel. Um, toen dat we elkaar voor de eerste keer spraken, was het nog, uh, was het nog voor de zomer. Um, ik heb begrepen dat je, deze, dat je deze zomer ook weer wat in aanraking gekomen bent met, met ziekte. Had, uh, ja. had dat ja. fenomeen jou nog iets te vertellen dan? Ja. Ja, ik, uh, ja op de eerste dag van mijn verlof ben ik, heb ik COVID gekregen. In, uh, en ook Lyme. Ja, ik doe zo buiten workshops waar dat je hè, ook, waar dat uh, ook aanwezig was. Ik ben, heb ja. daar uh, blijkbaar een tekenbeet gekregen. Ja. En uh, voilà, ik heb dan uh, Lyme gekregen. En dat was echt wel heftig, zo die combinatie. Ja. Dus ik heb uh, weken uh, gewoon ziek in bed gelegen. Ik dacht eerst dat het gewoon COVID was, maar dan bleek dat ik ook uh, die rode cirkel had. Zo, ja. Hè? En uh, ja, en ook daar, wauw. Ja. Prachtig eigenlijk, ja. ja ik, ik bekijk dat zo, hè, omdat... <laughs> ja, ja, het, ja. Nou, wat je meegemaakt hebt met die, met die tumor is, is, is natuurlijk jouw visie op, op ziekte... Helemaal veranderd, ja. hè. Oké, okay, wat brengt dit mij? En eigenlijk, ik heb Lyme ervaren als een hele liefdevolle, zachte energie. Het mm -hmm. is alsof dat er zich een warm deken rond mij wikkelde en zoiets had van... Rust maar, lief kind, ja. rust maar. Kom maar thuis, mm. doe maar. Hè. Ja. En eigenlijk had ik dat nodig. Ik had gewoon rust nodig. Ik kom ja. uit twee heel heftige jaren. Ja. Ik had rust nodig. Ik moest eigenlijk slapen. Ja. Hè. Want ik had wel een, een zomer van hele leuke activiteiten gepland. Ja. En ik ging aan reizen, en ik ging aan doen, en gaan feesten, en gaan tof, en zo ja. dat. En ik heb eigenlijk gewoon vier weken in mijn bed gelegen. Ja. Hè. Maar eigenlijk. Ik heb geen uiterlijke reizen gemaakt, maar ik heb fantastisch mooie innerlijke reizen gemaakt. Mm. Ik ben op plekken gekomen in mezelf en dan vooral via mijn hart, dat ik nog nooit was geweest. Ik heb heel diep in mezelf kunnen gaan deze zomer. En het was, ja, ik ben er heel heel dankbaar voor eigenlijk. En blijkbaar lijm is via het hart. Hè. Mm. En op een bepaald moment, als ik in die overgave... Ik heb me natuurlijk verzetten in het begin, maar ja. de keer dat ik in die overgave kon gaan voelde ik het leven gewoon door mij heen stromen. Ja. En dan voelde ik ook hoe dat mijn inhoud zich gelijk aan het oplossen was. Hmm. Dat, 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 ik zag dat ook allemaal als, als vakjes die verschoven. Dus er, er is een gigantische transformatie gebeurd in, die, in dat proces, in die weken van, van rust. Ja. ja, ik voel wow. mij ook een hele ander Mens, sinds dan. Dus Lyme ja. is voor mij een, een hele grote leraar. Ja. En, en COVID ook. Ik weet op de duur niet meer oh, welke ziekte ja. wat veroorzaakt heeft. Zo, hè. Uh -huh. Maar ik kwijt ik, ik het vooral aan Lyme. Zo. En, ja. en vooral dat, dat warm, zacht teken rond mij, dat uitnodigt van ga maar rusten. Mm. Prachtig was dat. Ja, ja. Ja. En ik heb me daar dan ook uiteindelijk aan overgegeven. En ja. ook nog maar een keer zo gezien wat overgave doet: hè. Mm. het proces van overgave. Ja. Wat een groot uh, cadeau dat dat is. Een keer dat je je kunt overgeven mm -hmm. en het niet meer anders wilt dan dat het is, ja. dan gebeurt er iets heel magisch. Ja. Hè? Want dan kan het leven helemaal stromen. Hè? Ja. En dan, wauw. Ja. Dan kom je op plekken waar dat je ervoor gewoon niet waard en zelfs niet dacht dat je kon zijn. Je ja. laten dragen door het leven. Hè? Ja. Maar het voelt soms zo beangstigend om, om de controle los te laten. Hè? Maar ja, dat is... als het dan toch lukt, dan... Uh... Ja voel je dat het al, dat het is, helemaal veilig is en dat er uh, erg, echt voor ons gezorgd ja, wordt. Hè. We zijn zo gedragen, ja, ja, ja inderdaad. En niet daar waar we denken. Hè. Ja. Maar het is, uh, de aarde draagt u, de kosmos steunt u. Ja. Het leven ja. zelf. Uh, ja, ja, dat is het. Ja, ja. Hmm. Um, ja. <laughs> de, tegelijkertijd is het ook weer een, een, een voorbeeld van. Uh, als je zelf niet bepaalde dingen. Ik ken je ondertussen ook al een beetje. Ik heb ook een paar workshops kunnen meevolgen met jou. En je lijkt mij niet iemand die heel gemakkelijk vanzelf tot rust komt. Hè. Ja. Dus, je? Ja. 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 het heel veel vuur, hè. het vuur blijft hier ook ja. opleiden. Ja. Dus, en en, en ja, om die rust te krijgen. Ja, um, als je ze zelf niet neemt, he, dat, dat, dat blijkt maar weer, dan zal het leven ervoor zorgen dat je die rust uiteindelijk toch, toch gaat krijgen. En dan, uh, ja, dan, dan word je ziek of gebeuren er andere dingen. Ja, ja, ja. Ja. In, ja, in die zin kan je maar alle omstandigheden die zich aandienen gewoon ja. pakken. Ja. Van oké, okay. ben je dan? Ja. Right hier ga ik het mee doen. Ja. Ja, is... en, en ga je dan nu in de toekomst ook wat sneller rust nemen? <laughs> dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. Ja. Ja, als dat de intentie het... al, uh, ja. al goed zit, dan zal uh, Ja, het is echt in. wel de bedoeling. En tegelijkertijd ja. merk ik ook van. Ja. Maar de aard van het beestje ja, de is het toch is inderdaad met een aard niet. Hè. Ik, het is allemaal... Er is zoveel te doen. Ik voel zoveel excitement. Ja. Ik voel zoveel passie en vuur ja, voor ja, 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 dit ja. werk. En het, ik wou dat ik meer tijd had om nog meer dingen te doen. Maar ja, ja hè, met die jaartrajecten is er niet eigenlijk heel veel ruimte om nieuwe dingen te creëren. Maar ik voel ja. heel veel goesting ook om nieuwe trajecten mm. te creëren en nieuwe dingen te doen. En ja. ja, wauw. Ja. Mm. En uh, we zien wel, hè? we zien wel. Dat da, da, het leven zal er wel voor zorgen dat dat mogelijk wordt op de een of andere ja, manier. Ja, eh, wel. Nu heb ik mijn assistenten, ja, voilà. die mogelijk een deel van, van de opleiding kunnen overnemen op ja. termijn. Dat zou heel tof zijn. Ja. Hè? Ja. En ook het idee om het samen te doen mm -hmm. met anderen, vind ik ook heel fijn. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, dat voel ik ook wel zo. Dat was dan ook in. Uh, in die periode dat ik zo die borstamputatie had en die borstreconstructie had. Zo. Ik moest toen ook. Ik moest al mijn werk even loslaten. Ik kon even niet werken. En dan wou ik ook alles even loslaten. Ook, ik wou ook het idee loslaten dat ik wake-up terug zou opstarten. Hè. Hmm. Dus ik wou dat ook helemaal loslaten. Ook daar in vraag stellen. Van is, dus een wetblad. Is dan, uh... Ja, voilà, is dat nog de manier dat ik het meest dienstbaar kan zijn, zeg ja. maar? Door dat ook. Hè. En dat gaan doorvoelen. En. Het klopte, ik wil het blijven doen, maar niet meer alleen. Ik wil, ik wil echt het samen doen met anderen. Ja. Hè. En ik heb nu vier fantastische vrouwen hè, die de opleiding hebben gevolgd of in ja. hun laatste jaar zitten en die mee met mij hun potentieel willen inzetten om, om, om dat verder te doen, evolueren. Ja, ja dat vind ik fantastisch. Hè. Ja, mooi. Ja, ja. 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 Wel, ik, ik heb jullie ook uh, een stuk bezig gezien, ze waren er niet alle vier bij, maar ik heb. Uh, ik denk in het voorjaar een, uh, een dagje opstellingswerk tussen de paarden mm -hmm. meegevolgd met jou. En dan deze zomer een, een, een driedaagse workshop. Mm -hmm. uh, ook opstellingswerk en ook energiewerk. En uh, ja, deze zomer waren er ook uh, een aantal van jouw assistenten erbij. En het is echt heel mooi om te zien uh, hoe dat jullie een, een, een team vormen en, en hoe dat elk daarin zijn of, of haar eigen talenten uh, kan, uh, ja, kan, kan inzetten. En, en, en hoe dat zij ook zorgen voor jou. En, en, en dat is nodig ja. soms, ja. <laughs> ja. Ja, maar dat, dat zorgt er ook, ook voor dat, dat jij je kan concentreren op uh, ja. wat jij te doen hebt. en wat, ja, wat ja, dat jou... ja. ja, dat is ongelooflijk wat, dat die, wat, dat, wat dat die betekenen voor mij. Dat, ja. dat team zo, ja, ja. ja. Ik kan daar helemaal op terugvallen. Ik ja. kan dat helemaal loslaten. Ja. Ik heb dat gezien, hè, met zo'n driedaagse workshop, daar is heel veel te doen. Hè. Ja. En ik doe niks van dat. Enkel. Het, het, het werk in de wei. Hè. Ja. het proceswerk, dat is het enige wat ik doe. Wat heel dat er, intens is. En dat is heel intens. Heel ja. van jou, hè, ja. Ja. Maar ik kan dat ook doen, omdat ik weet dat de rest heel ja. iets is taken care of. Ja. Ja, ja, ja. En ook hier op zo'n dagen, en ik kan daar echt op terugvallen. Ja. Ja. Gewoon de aanwezigheid voelen van. Ja, ja, heel ja, mooi. Dat is prachtig, ja. ja. Ik ben ze ontzettend dankbaar. <laughs> ja, ja. Dat, is ook, dat is ook zichtbaar. En dat voelen ze zeker ook. Ja, uh, ja. ja. ja samen kunnen we, kunnen we zoveel meer dan alleen. Mm -hmm. dus ja, ja, ja. Mooi, ja. Soms ook um, niet gemakkelijk hè, om, om, om anderen daarin toe te laten. Uh, ik spreek een stuk voor, voor mezelf ook. Hè. Um, om dingen samen te dragen. En, en, en ja, een stuk ook... Dus is natuurlijk ook die controle los te laten van ja, hoe, hoe gaat het gebeuren als je het, als je het loslaat, hè, dan is het soms ja, dan doen mensen het op hun manier, dat is dus, dus zo toch een beetje. Ja. ja, ik merk dat ik daar nog een hele weg in te gaan heb. Hoor. Ja, ja. Wel, zeker als het zo uh, uh, een eigen project is. Hè. Uh -huh. um, um, voor mij dan bijvoorbeeld ook samenwerken aan iets dat, dat van samen is of van iemand anders is, dat, dat gaat meestal vrij goed, maar iets wat dat echt... Van mij is, mijn, mijn project, mijn, mijn kindje, zo, hè, om daar dan andere mensen, wat dan voor jou, wake-up is, jouw kindje. Mm -hmm. Om daar dan andere mensen ook in toe te laten, is wel. Uh, ja. Ja, en ja, en ik merk mooi. dat dat wel het nieuwe uh, groeiterrein is ja, dat voilà. zich aandient ja, voor ja, mij. Ja, ja, hè, ja, want ja. nu is de ondersteuning of de assistentie vooral praktisch hè, en energetisch. Ja. Maar ik wil ja. ze ook meer uitnodigen om, om lessen te geven, misschien, ja. hè, zodat zij daar ook in kunnen groeien. Ja. En dat gaat voor mij natuurlijk. Ja, ze gaan ja. het niet doen zoals dat ik het doe. En dat moet ja. ook niet, want dat ja, kan ja, ook ja, voilà, niet. Voilà, hè. Voilà. Het moeten geen kopies worden van mij. Ja. Het is belangrijk om hun eigen. Uh, Identiteit daarin te ontwikkelen. Maar ja. ik kijk dan even terug naar hoe ik het heb geleerd bij Jan Jansen. Ja. Hoe dat die man uh, dat heeft gedaan, vind ik eigenlijk echt fantastisch. Mm. Want hij heeft mij alle vrijheid gegeven om het op mijn manier te doen, maar wel met de intentie om energie subtiel, wat zijn kindje dan, zijn opleiding, ja. om dat te dragen. Ja. Dus de intentie van wake-up... Ja. Die is, dat, helder, en die is die... helder en die wordt ondersteund ja. en die wordt gebracht. Mm. En de manier waarop, dat maakt niet uit. Maar mm. dat we samen die intentie waar dat wake-up voor staat, ja. dat we dat houden, dat dat helder is. Ja. En dat is wel zo bij hen. Ja. Hè? Dus ja. Ja, en, en, en ook mooi hè, hoe dat je dan eigenlijk op die manier... Uh, ja, zij werken aan, aan, aan hun eigen pad. Hè. Zij, zij zijn mm. aan, het, aan, het, aan het leren, aan het groeien. Jij bent aan het, aan het groeien door, door dingen toe te laten, door dingen door te geven. Die studenten die zijn, die zijn ook aan het groeien. Dus ah, we're all just walking each other home. Absoluut. Hè. We, ja. dus, Prachtig, hè? Ja, ja. Goed, de, de, de perfectie van, van hoe het allemaal werkt is, is, is ongelooflijk mooi, eigenlijk. Als je het wilt of, of, of kan zien. Mm -hmm. ja, ja, mooi. Um, dus die, uh, die opstellingsdagen, de workshops, die ik ook uh, meegevolgd heb, dat is een beetje een, een ander luik van, van, van jouw werk, hè, denk ik. Je hebt enerzijds de, het energetische werk en de uh, vier dimensies en zo, waar we al uh, wat over gesproken hebben. Maar dan het opstellingswerk uh, in het, het paardsparadijs bij de paardjes, is, is ook een, uh, een heel belangrijk uh, werk, denk ik. Hè. En ik heb er zelf ook van. Uh, van mogen proeven. Ik vond het uh, ongelooflijk uh, mooi en, en uh, ja, fascinerend eigenlijk, hè. opstellingswerk. Mm -hmm. kan, je, kan je daar iets meer over vertellen? Ja. Wel, ja, opstellingswerk is sowieso een tool die we vaak gebruiken in de jaartrajecten ook. Hè. Ja. Uh, ja, we doen heel wat proceswerk en systemisch werk of opstellingswerk is gewoon heel... Fijn om mee te werken, hè, om, om mm. dingen helder te maken. Dus ik deed dat wel al. Ja. En dan op een bepaald moment, zo'n vier jaar of vijf jaar geleden, zijn de paarden mij komen roepen. Want ik heb op zich niks met paarden of zo. Hè. Ja. Maar ik droomde van paarden. En die paarden kwamen echt zo. En het was eigenlijk, ja, ik zag de hele tijd paarden die mijn aandacht kwamen vragen. En hè, zoals ik zei, ik, ik volg dat dan. Hè. Dat is daar. Dat komt mij roepen. Dus ik volg die impuls. Ja. En dan ben ik. Uh, een paar uh, opleidingen gaan volgen, zo shamanistisch coachen met paarden en ook systemisch werken met paarden. En ik was echt ja, van mijn sokken geblazen eigenlijk. Ja. Hè. Um, sowieso is dat ook, dat is buiten in de natuur, ja, dat is ook een belangrijk aspect van, hè, want we werken altijd op, op mooie plekken. Ik vind, ja. uh, hè, ik, dat is hier ook een hele mooie tuin, hè. de ja. andere locaties hebben ook een hele mooie tuin. Dit is belangrijk, zo die dragende aanwezigheid van de aarde te voelen. Mm -hmm. hè. Dus sowieso, hè, als je dan werkt met paarden in de natuur, dat is gewoon een extra dimensie. Hè. Ja. En ik ben dan in het paardparadijs terechtgekomen. Ik heb daar dan direct geboekt voor een workshop te doen. Ja. En ja, dat is gewoon fantastisch. Hè. Ik ben je bent daar dan in die kudde. Ik vind zo de, de heel stevige, oordeelloze, liefdevolle ja. aanwezigheid van die kudde, van die paarden, dat is gewoon bijna niet te beschrijven wat ja. dat, dat doet. Hè? Ja, hun inbreng in de opstellingen... Ja, je kunt het zo gek niet bedenken soms. Nee. Hè? Onvoorstelbaar. Dat nee. is onvoorstelbaar, dat is kippenvel, echt ja. heel vaak. Hè? Ja. Door de, de magie die zich aandient en je staat er gewoon naar te kijken... Ja, ja dat is gewoon niet te doen. Hè? Mm -hmm. En dat dan... Hè, met alle elementen, hè. we doen het dan met alle hè. de natuurelementen. De natuur, voilà, ook met, zijn ding, ja. met de aarde. Hè. Ja. Dus ja, voor mij, dat systemisch werk doen en die opstellingen doen. Ik heb daar natuurlijk ook mijn eigen ding van gemaakt. Want ik, ja. ik gebruik de paarden als vrij element. Ja, hè. vind in ik mijn, ook heel mooi. Op, ja, ja. Want in mijn opleiding gingen we de paarden gaan, meer actief gaan inzetten. Of ja, soms als in representant worden ze dus ook. Soms ja, ja. ja, of we gingen ze echt, je kiest een paard en je doet daar iets mee. Ja. Of je werkt in een paddock. Hè. Dat, dat voelde zo heel gewrongen voor mij. Ja. Hè? Dus ik heb dat getest. Ik heb, dat, getest, hè? Ik heb ja. dat uitgetest. Ik heb daar veel oefenmomenten met mijn studenten in, <laughs> waar heel reden om te komen exploreren. Ja. En wat dat voor mij het meeste werkte, is de kudde in hun natuurlijke staat laten. Ja. Hè? En we begeven ons gewoon in de kudde. Hè? Mm -hmm. De cirkelje staan wel achter de draad, maar ja. de opstellingen doen we. In de wei, bij ja. de kudde. Hè? En de paarden zijn gewoon een vrij element. En ze doen ja. mee of ze doen niet mee. En je hebt dat wel gezien, soms zijn ze heel aanwezig, soms zijn ze ja. heel afwezig. Maar dat vind ik fijn, omdat we dan echt zo kunnen gaan beroep doen op die intrinsieke wijsheid van die dieren. Ja. Hè? Ja. En, en ze zijn in hun, zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke staat. Zeker mm -hmm. die kudde daar, die leven constant in die plek, in ja. een prachtig natuurgebied, ja, ja, ja. die kudde van acht paarden, ja, ja die zijn heel, heel, heel sterk ver, energie, ja. Ja, verbonden met, met ja. die... Wel, ja. ja, het is waarschijnlijk, stel ik me voor, die, die vier dimensies en die energie, die daar ja, een pak zuiverder doorheen stroomt dan, dan door ons. Die, die mind die, die, die komt er bij die, bij die dieren veel minder intussen. En, en die, die voelen gewoon, en die... Die gaan daar ja. gestaan, die doen iets, die botsen tegen iemand of die uh, ja, doen en iets met elkaar. Wat ik, wat ik zo tof vind, die vinden er niks van. Ja, nee. Hè? Dus die reageren heel fel op zo die congruentie, incongruentie. Daar zijn die heel gevoelig aan. Ja. Hè? Dus als ja. jij je anders gaat gedragen dan dat je bent, dan, dan ja. gaan die daarop hè? Ja. Maar die vinden er niks van. Ja. Die geven dat aan. Hè? Dus die tonen nu heel sterk, en that's it. Ja. Zonder oordeel. Zonder oordeel. Hè? En als gevoeld is wat dat er is gevoeld, want dat is ze vaak, hè? ze tonen nu iets, mm -hmm. maar een keer dat dat gevoeld is, dat dat benoemd is, dat je dat kan toelaten, dat dat kan stromen in je veld, ja, dan zijn ze weg. Ja. Hè? En dat is En dan doen ze een keer. Ja. Hè? en dan zijn ze weg. <laughs> ja. hè? En zo laten ze los of ze ja. gaan een keer rollen. Ja, ja daar ja. kunnen we veel van leren. Hè? Ja, van zeker. Die... Ja. 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 ja, en elk paard heeft ook een eigen karakter, mm -hmm. hè, dus je ziet ook als dit paard dat ja. gaat doen, <laughs> hè, dat, ja. Ja, ja, jij zie, je, kent ze al natuurlijk. Ik ken ze dus al, ik werk ja, ja. al verschillende jaren met die ja. kudde. Ja, ik zie die zo graag. Ja, ja. Hey, het, is echt, wow, het is echt heel mooi. Hè. Ja. ja, ik zie ze echt heel graag eigenlijk. En het zijn echt mijn, mijn collega's, zo zie ja, ik wel, het. Hè. Ja, ja, zo zie ik het echt. Hè. Het zijn echt... Uh, Collega's op vier benen. Hè? Ja, 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 jullie zijn ook ja. een team. Hè? Dat ja, we ook, zijn uh, zeker een team, absoluut. Ja. Heel duidelijk, ja. ja, ja. Ah, Echt prachtig, prachtig mm -hmm. werk ook. Ja. Ja. En ook die plek hij is heel dragend. Hè. Ik ja. vind dat is echt, voor mij staat die plek daar, die weide, op die plek is echt zo het symbool voor mm -hmm. Moeder Aarde, vind ik. Ja. Ja. Dat is de dat schoot is van Moeder Aarde. Ja. Ja. En hoe vaak hoor ik ook niet dat mensen zich daar heel dragen voelen op hun gemak, voelen ja. dat ze voelen dat ze kunnen zakken, mm -hmm. echt na een half uur al of zo, mm -hmm. hè. Ja. Dan denk ik, dank u wel. Want ik, ik doe dat niet, hè. Ik bedoel, dat is gewoon die plek, hè. We brengen het okay, ja. samen, hè. Jij ja. ja. zult daar ook wel uw aandeel in hebben, denk ja. ik. Ja, ja, ja. Ik vind trouwens ook uh, hoe, hoe dat je het aanpakt um, heel mooi, hè. Je, je voelt echt ook zelf heel erg in van, van wat gebeurt er hier en wat, wat wordt er hier eigenlijk getoond? Mm -hmm. En um, je, je deinst ook niet achteruit om dat ook echt te brengen. Hè? Om daar mensen op te attenderen en, en, en ook die, ja, die, 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 die helingsprocessen een stuk te, te faciliteren. Hè? Ik vind dat je heel goed aanvoelt wat dat er eigenlijk dient te gebeuren. Welke stappen dat er dienen gezet te worden. En, en, en dat je daar ook echt voor gaat. Hè? De, het, is, het is niet dat je. De, dat je enkel het, het, het veld laat, laat, laat spreken en dat je, dat je het daarbij laat. Je had ook echt nog een stap verder om wat, dat het, wat dat er getoond wordt, daar ja, een stuk heling op te brengen of daar de, de stappen in te zetten. Mm -hmm. En um, ja, dat is, dat, is, dat is heel mooi. Ik heb, ik heb verschillende keren ervaren ondertussen hoe zo'n proces op, uh, op basis van hetgeen wat jij aanbrengt en de stappen die dan gezet worden. Hoe dat, dat echt heel ja, belangrijke transformaties teweeg brengt bij mensen en hoe dat mensen daardoor ook echt uh, bij dat wat gevoeld wilt worden, daarbij kunnen terechtkomen. Mm -hmm. um, mm. door, de, ja, door het stuk leiding dat jij er ook in neemt. En, um. ja. Ja, ik vind het heel belangrijk om te gaan voelen, zo van, wat is de essentie? Ja. Hè? Waar gaat het hier eigenlijk om? Hè? want Mensen komen natuurlijk met een heel verhaal en eigenlijk... Ja. Hè, dus waar gaat het werkelijk om? Dat, ja. dat probeer ik zo in mezelf te gaan voelen. Van mm -hmm. wat, wat mm -hmm. is de essentie van het ja. proces hier? Hè. Ja. Want daar is, daar is het te doen. Hè. Ja, ja, daar klopt. is waar we winst te halen hebben. Ja. Hè. Daar, daar is waar we moeten zijn. Hè. Ja. Ja. Maar hoe je, dat, hoe je dat aanpakt, hoe je daarmee omgaat, is dan wel de meerwaarde van, van jij als, als opsteller. En mm -hmm. Iedereen doet het op zijn eigen ja, maar manier. Ja, en, en, ja. Ja. Maar... Um, in elk geval, ik vind het een, een, een zeer aanbevelingswaardige activiteit. Om, het is ook denk ik iets dat vrij laagdrempelig is. Mensen die jouw werk nog niet zo goed kennen, die kunnen eens één een dag opstellingswerk komen meevolgen. Nu in de winter gaan er waarschijnlijk wel geen zijn daar op de wei. Er is ja. nog één in oktober eigenlijk. Ja. Ja, kijk. En dan gaat de kudde weg. Hè. Dan ja. gaat de kudde naar andere weides. Ja. Ja. En dan vanaf het voorjaar zijn, ja, het, vanaf mei. zijn er terug meer. En, ja. Ja. Dus dat is denk ik een, een heel mooie manier voor, voor mensen die ze ja. daarmee aan de slag willen. Ja. 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 En ja, sowieso, opstellingswerk, het, het toont enorm veel. En het het, het ligt niet... En, Echt fascinerend om te zien. Hè. Ja. En ook al, ook al doe je geen opstelling over, uh, over je eigen leven of zo, hè, um, enkel als representant of zelfs enkel als uh, observator, dan gebeurt er nog altijd zoveel wat toch relevant is voor jezelf. En mm -hmm. ook op energetisch niveau gebeurt er zoveel. Ja. Ook al kijk je alleen maar. Dat, uh, ja, 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 ja. ja, en dat is dan de uitnodiging hè, ook om als toeschouwer gewoon heel dicht bij jezelf te blijven en te voelen van wat gebeurt er gebeurt. Ja. Mij, waar haakt het in mij aan? Ja. Hè? En om daarbij te blijven. Hè? Ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, het, is, het zijn rijke dagen. Hè? Ja. ja, enorm, enorm. Ja. Het is ja, echt uh, fantastisch werk. Mm -hmm. ja. Dankjewel. <laughs> ja. Ja, ja. Ik uh, kan het iedereen aanbevelen. Het is ook niet precies zo heel veel hoeft te kosten. Hè? Zo één een, een dag een keer meevolgen. Maar wat dat toch uh, heel veel, heel veel kan teweeg brengen in mensen. Mm -hmm. uh, ja. Ja. Um, ik ben nog even aan het tanken op uh, jouw aanbod. Of dat we nu zo'n beetje alles overlopen. Je hebt het ook het individueel werk natuurlijk. Je doet ook individuele energetische. Ja, healing. maar dat is, dat is nu niet zo waar dat ik op inzet of zo. Dat, ja. Ja, de, ik werk liefst met groepen eigenlijk. Ja, ja. oké. Okay. Ja. En het, ja, wat het groepswerk betreft hebben we dan. Een beetje alles. Ja, er zijn, af en toe zijn er zo wel nog wel kennismakingsworkshops of zo. Hè? Ja, maar, uh, voor ja, mensen die interesse hebben in de, in de jaaropleiding. In de jaaropleiding ja, dat ze ja. dan een keer kunnen komen voelen, mm -hmm. daar, hè, inhoudelijk, maar ook het is belangrijk om, om mijn energie te voelen, hè? kennis te maken met mij. En hoe ja, ja. dat ik dat breng. Hè? Ja, ja. Dat, ja, het is, dat, het dat, is, dat, dat. is eigenlijk het, heel belangrijk. Ja, ja. Want dat, dat hoorde dat, dat ik is... vandaag ook nog: dat iemand gaat niet alleen om, om de inhoud van wat ik ja, breng, zeker. maar ook de energie waar dat ik het meebreng. Ja, voilà. Hè? Ja. Dat is ook een beetje een van de, van de doelstellingen van, van deze podcast, om, om mensen te laten, of de, de mogelijkheid te geven om een beetje in te voelen op de energie mm -hmm. van, de, van de gasten, om te voelen van, ja, bij, bij wie voel ik mij goed of bij wie voel ik mm -hmm. resonantie? En ja. ik denk dat dat vaak nog belangrijker is dan, dan de, de manier of, of de, de inhoud van, van de opleiding, dat je, die, dat je die resonantie voelt, dat je ja ja, ja op want je gemak heel veel ook. is gewoon uh, transmissie van energie hè yeah. in, in zo'n opleidingen het is ja. niet een mentale overdracht van informatie ja. hè, dat is niet wat we doen maar mm -hmm. het gaat via het veld hè, dat er heel veel wordt overgebracht dus ja ja, ja en het zenuwstelsel en zo, dat zich gaat afstemmen op de ander ja. ja dus uh, ja, ik hoop dat een aantal mensen via de podcast ook... Uh... Ja, wie weet. Ja. Ja, ja. Sowieso vind ik het al heel belangrijk om, om dit werk te benoemen. Hè. Ja. De, de, het proces van ontwaking, mm -hmm. wat we als mens sowieso aan het doorgaan zijn, om dat wat meer... In, uh... in het licht te zetten. Ja, dat zo uh... voilà. Dat, en iedereen vindt zijn manier daar wel in. Ja. Hè, maar dat dat... Dat dat aandacht krijgt zo. Hè? We zijn massaal als mens aan het wakker worden. Ja. Hè? Mm -hmm. En iedereen doet dat op zijn eigen unieke ja. manier. En dat, dat dat in het bewustzijn meer komt. Van, hey, ja, ja, dat mensen daar echt mogen gaan beseffen van kijk, er is echt wel meer aan het leven dan uh, wat deze je... fysieke vorm. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. En hoe dat ze daar dan precies uh, mee aan de slag gaan, nou, dat iedereen daar zijn eigen. Uh, Weg in mag vinden natuurlijk. Hè? Uh -huh. dat... ja, ja, iedereen doet het op zijn eigen unieke, mooie manier. Ja, er zijn, er zijn heel veel paden. Hè? En ja, dat is ook een beetje een van de intenties van, van de podcast om een aantal van die paden um, uh -huh. te tonen. Zodanig dat mensen kunnen voelen wat dat er uh, bij hen resoneert. En het ene is daarvoor niet beter dan het andere. Helemaal niet. Dus ook jezelf nee. iets dat, dat goed voelt voor jou. Hè? en dan, ja. dan is dat jouw pad. Hè? Ja. ja, fantastisch. Uh -huh. Dankjewel. Um, ja, ik denk dat we, dat we, dat we stilletjes aan naar, naar het einde kunnen, kunnen toewerken. Um, voordat we dat doen, zijn er misschien nog dingen dat jij graag nog wilt meegeven. Um, ja, je, je had ook gevraagd naar iets van hè, wat wil je iets concreet dat je kan, kan meegeven. En ja. ik dacht eigenlijk direct aan, aan een boek, eigenlijk die. En dus um, er zijn heel wat boeken te lezen hè, ja. in de opleiding. Um, en een, een, een belangrijk boek, dat, uh, allez, ik vind het zelf een heel belangrijk boek... en ik raad het ook aan alle eerstejaars aan... is uh, Het de Zelf uh, van uh, Susan Senga. Dat is uh, ja, echt een heel fijn boek om te lezen... als je ja. zo um, bezig bent met dit soort werk. Hè. En natuurlijk de boeken van Barbara Brennan. Ja. Die vind ik ook heel fijn. Hè. Mm -hmm. Dus... Uh, Ligt op de aura. Als je gefascineerd bent door aura's, energiewerk, chakra's, daar meer van weten en over die verschillende dimensies, mm -hmm. is dat wel een heel fijn boek ook. Ja. Okay. Dus um, die twee boeken zou ik toch. Ja, gaan. super. Ja, ja, dankjewel. Ik zal die zeker ook nog eens in de beschrijving zetten. Dan ja, kunnen goed. mensen de, de titel en de, de auteur nog eens nalezen en kunnen ze het gemakkelijker terugvinden. Mm -hmm. Oké, okay, goed. Mm -hmm. Super. Um, ja, rest mij nog jou uh, heel erg te bedanken. Uh, ik vond het een heel fijn gesprek. Uh, heel inspirerend ook hoe je, hoe je in het leven staat, hoe je naar het leven kijkt, hoe je naar de, de uitdagingen van het leven kijkt. En uh, ja, ook gewoon om jou, uh, jouw energie te voelen hè, met hoeveel levenslust dat je in het leven staat en dat je dit, dat je dit werk ook brengt. Um, ja. Ik denk dat, uh, ja. Ik kan niet doen alsof. Hè. Nee, 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 het, is, nee, het, het is, komt vanuit het ja. diepste van mijn wezen. Ja, en ik kan duidelijk. niet anders dan dit ja. brengen en dit doen en ja. dit verder. Uh, ja. Dus ja, ja. dank je wel om mij daar de ruimte voor te geven. <laughs> om dat zo, hey, mijn vuur hier uh, ja. te laten branden, zeg ja, dan, ja, he, ja, Of mijn ja, licht te ja, laten ja, schijnen. Of, ja, ja dank je wel. Ja. Met heel veel plezier. Ja. Um, ook dank je wel aan de, de kijkers en de luisteraars. Um, als jullie ervan uh, genoten hebben, dan hoop ik dat jullie het ook weer doorvertellen, uh, doorsturen aan uh, vrienden of uh, iedereen die er iets aan kan hebben. En uh, ja, steun aan het project is uh, ook nog altijd van harte welkom. Mm -hmm. en, uh, en als jullie ooit iets, uh, iets doen bij Esther, mag ik ook altijd laten weten dat je haar en haar mooie werk hebt leren kennen via de podcast. En, uh, Voilà, zo, uh, zo stroomt de energie uh, altijd uh, alle kanten op en uh, blijft alles in evenwicht. Mm -hmm. <laughs> voilà, uh, dankjewel iedereen en uh, tot de volgende keer. Bye. <laughs>